kijkers en welkom bij deze live uitzending op ATV 12.1 vanuit Royal Ballroom Torarica. Het is de 20ste editie van Suripop en ook nog de Golden Edition. Ik ben vandaag niet alleen, nee, ik ben Priscilla Granos en ik ben samen met Simone Bihari. En zoals Priscilla dat eerder zei, zijn we hier om u te vergasten en ook te laten zien wat er vanavond zal plaatsvinden hier in de Royal Ballroom. Maar voordat we daarop verder ingaan, gaan we eerst naar een korte commercial break. We zijn zo strakjes terug. Dag Debbie. Geniet mee van de superleuke Telesuur prepaid voordelen. Zoveel bonus als je wilt met e-top-up. Gratis 100 sms'jes na de eerste 5. Sms bel naar 4006 en bel gratis na 10 uur 's avonds. Gratis bellen na de eerste 3 minuten. Telesuur, keeping us in touch. Meer bonus. Schat, meer bonus? Geweldig. Alles voor jou, schat. Ja, meer bonus met e-top-up. Een Nintendo Switch. Oh. Games, 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 games. Huawei Pay 10. Bel me, app me, snap me, chat me. Ultimate Earbox. Yes. Muziek, 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 muziek. Zoveel leuks als je opwaardeert vanaf 30 SID. Lijn 3D activeert via 4040 of uit het blauw sms naar 3535. Deze actie is geldig van 1 juni tot en met 30 augustus. Bezoek de website voor meer informatie. Ja. Yeah. Ga voor blauw, we belonen jou. Telesuur. Keeping us in touch. Wat waren mijn telefoonkosten 4 maanden geleden? Wat zijn mijn openstaande rekeningen? Naar welke nummers heb ik gebeld of ge-sms'd? Met Mijn Telesuur kun je makkelijk en snel jouw rekening opvragen van de door Telesuur geleverde diensten. Dit kan elke dag 1x24 uur. Aanmelden simpelweg met jouw e-mailadres. Wanneer je bent aangemeld, kan je jouw openstaande saldo zien. Wil je jouw factuur of een specificatie van de gevoerde gesprekken zien? Dan meld je je persoonlijk aan bij een van de Telesuur-filialen. Jouw belgedrag kun je makkelijk zelf goed in de gaten houden met Mijn Telesuur. www.telesuur.sr. Nou, dat was dan onze korte commercial break. Intussen stromen de gasten binnen en een van de genodigden is Debbie Arlout. Debbie, de 20ste editie van Suripop, Suriname Popular Song Festival. Kan je ze alle 20 heel goed herinneren? Sowieso kan ik ze me allemaal herinneren. Vooral in het begin, omdat ik daar zelf ook heb meegewerkt. En het waren allemaal prachtige ervaringen. En het is altijd spannend, want als je de oefeningen meemaakt, dan denk je bij jezelf, komt het wel eens een keer goed? Met de teksten en met de muziek. Maar als je de generalen dan hebt gezien, dan is alles perfect. Dus ik kan me sowieso alles echt goed herinneren. Okay. Welke van de 20 edities is voor jou de meest bijzondere geweest? Ze hebben eigenlijk allemaal een eigen touch gehad. Dus ik kan niet zeggen van dat of dat, maar ze hebben allemaal een eigen touch. Dus ik zou moeilijk kunnen zeggen van die is goed of die was beter of zo. Allemaal hebben zijn eigen touch gehad. En wat zijn jouw verwachtingen voor vanavond? Voor vanavond, ik verwacht dat het een fijne avond wordt, een leuke avond. Ik ben benieuwd naar de muziek natuurlijk, naar de composities. Maar ik hoop wel dat het een goede avond wordt. Ja, dat hopen we allemaal. Eigenlijk weten we het zeker. We zijn niet anders gewend. Ja, we weten zeker dat het een hele fijne avond wordt. Dat nou, sowieso. Debbie, dankjewel. En ik denk dat je heel snel naar de zaal gaat. Anders verlies je je plek misschien. Geen probleem. Overal waar je ziet kan je toch goed zien. Dus het maakt voor mij niet uit. Okay.
En ja, we volgen, de mensen kunnen het ook thuis volgen live via ATV. Zeker, dankjewel. En iedereen thuis een fijne avond en ik hoop dat jullie genieten. Dankjewel, Debbie. Dat was Debbie Arlout, een van de genodigden. En er komen nog meer gasten, genodigden binnen. Priscilla Graanoost heeft nu iemand met wie zij ook een babbeltje gaat maken. Ja, we doen het om en om. Daarnet had Simone Dame en ik heb nu een heer en ik heb meneer wel tevreden bij mij. Hoe gaat het met u? Best, dank u. Ja? Ja. Oké, het is de 20e editie. Het is de Golden Edition. En wat vindt u daarvan? Nou, ik vind het geweldig. 20 jaar Suripop, het is een mijlpaal. We hebben heel veel meegemaakt de afgelopen jaren. We hebben gezien dat er heel veel jonge muzikanten, heel veel jonge schrijvers, componisten, de zangers ook, die zijn opgestaan. En het is om trots van te zijn. Ja? Ja. Oké, welke pet heeft u vandaag op? Wel, ik ben... Alles moet een verrassing blijven, dus niet te veel zeggen. Nee. Ik ben hier als een ondersteuning voor Bikil Watsam. Oké. Ik zal dan de kijkers in de spanning laten waarom u dat zegt, waarom Bikil Watsam. Maar ik wil wel weten, wat verwacht u van deze Golden Edition? Wat kunnen de kijkers ook verwachten? Want de grote show, de gala show, is op 4 augustus. Spannend gaat worden. Ja? Ja. Er zijn hele sterke nummers erbij. Hele goede zangers zijn erbij. Ik denk dat het muzikaal gedeelte nog steeds een verrassing gaat worden. Maar ik weet in ieder geval dat de zangers die er zijn, keihard zijn. En hoeveel jaar maakt u dit al van dichtbij mee? Vanaf de eerste Suripop. Dus heb je één Suripop overgeslagen? Overgeslagen. Ik heb van afstand ook wel meegemaakt. Mm-hmm. Ik heb 3 jaar heb ik het niet mee kunnen maken omdat ik op Curaçao zat. Maar ik ben altijd wel vrij dichtbij een Suripop geweest. Delano, wel tevreden, heeft vaak meegedaan. Oké. Ja, klopt, inderdaad. Juist. En, welke liedjes had hij wel gezongen? Hij heeft een paar. Had hij geschreven of gezongen? Nee, hij heeft gezongen. Van Bergen, die had liedjes gecomponeerd. Ik kan me niet zo goed meer herinneren welke liedjes dat waren, maar hij heeft een paar keer meegedaan. Okay. Ik heb 1 keer meegedaan als arrangeur. Er is een zanger geweest die pas overleden is. Sweet Stralang had hij gezongen. Ik weet hoe je bedoelt. Ja. Van Riesen. De heer Van Riesen? Nee, niet Joey. Niet er was Joey. Een andere heer. Die was erbij. Hij is ook pas overleden. Hij is ook pas overleden. Ja, hij had dat lied gezongen en dat lied had ik gearrangeerd. Oké. Okay. Dus, vanavond wordt een muzikale avond. Ik ga u niet te lang ophouden. Het wordt ook nog een feestelijke avond. Dat is de 20e editie. Dus geniet ervan. Ja, zeker. Fijne avond ook. Ik ga overgeven aan Simone, want ook Simone heeft dus weer wat te vertellen. En het is een muzikale avond, het is een feestelijke avond. Het is de 20e editie en de Golden Editie. Simone. We zijn in de ballroom van Hotel Turarica. Het is de presentatieavond van de 20e CD van Suripop en de videoclips. Het is een avond voor de pers, het is een avond voor genodigden, maar niet alleen voor genodigden. Dames, mag ik even hier... misschien kan ik deze mevrouw even vragen. U bent genodigde? Nee, ik ben geen genodigde. Ik ben zeer en zwaar geïnteresseerde. Aha, waarom zo geïnteresseerd? Sowieso, het is Suripop. Ik hou van Suriname. Ik hou van pop, ik hou van de Surinaamse taal. Ik hou eigenlijk van alles wat met muziek te maken heeft. Ideale combinatie. En wat verwacht u vanavond te horen? Een andere genre? Wat zou u willen voor deze 20e editie, de Golden Edition van Suripop? Wat ik verwacht is dat men veel meer de Sranantongen gaat gebruiken. Veel meer de Sranantongen in hun lyrics. Nieuwe arrangementen, niet zo herkenbaar als het is een Suripop arrangement. Verrassend gewoon. Ik wil me laten verrassen. Oké, okay. Nou, dat hopen we allemaal. Fijne avond. Oké, heeft u al een kaartje? Oké, ik vertelde al eerder dat het een avond is voor genodigden. Maar u thuis kunt nog hier terecht om een kaartje te bemachtigen. Dames, zijn er nog kaartjes te koop voor mensen die nog kijken? Te koop, jawel. Er zijn nog kaarten te koop. Wat kost een kaartje? Een kaartje kost 50 SRD. Yes. En wat kunnen ze nog meer hier halen bij de tafel? Er zijn Golden Edition CD's en DVD's. En dan heb je de Verzamel CD. En Suripop 16.
Ja. Dus als u thuis zit, u kijkt naar deze live-uitzending, kunt u nog hier naartoe haasten, want de show begint om 8:00 precies. Ik zie nog meer bekende Surinamers. Dag Asghar, hoe gaat het met jou? Dag Simon, goed met jou? Prima. Het is de 20e editie van Suripop. Ik neem aan dat jij toen al geboren was, toen de eerste werd georganiseerd. Ja, ik denk het wel. Ja. Okay. Heb jij de Suripop CD's allemaal? Nee, ik heb de liederen wel gewoon. Maar de CD's niet echt. Het is niet van jouw tijd, hè? Nee, echt niet. Ja. Goed, heb jij ook meegewerkt aan deze Suripop? Ja, ik heb 2 gearrangeerd. Ja. Mm-hmm. Natuurlijk wil je ons nog niet vertellen daarover. Een tipje van de sluier. Nou, ja, denk aan Ryan Rozenblad en Pareltje van Dillenburg. Dankjewel. Nou, blijft u kijken, want daarover ziet u meer straks tijdens de show vanaf 8:00. We gaan terug naar Priscilla. Nou, en Simone heeft net een leuk babbeltje gehad met Asghar. En ik heb geen onbekende in de samenleving hier zo naast mij staan. Maar vandaag heeft ze de eer om zichzelf voor te stellen. Ik ben Monica Drenthe. Ja. En iedereen kent mij van de televisie, mijn eigen programma, ja. Osso Dresi. En ook nieuws in Suriname. U bent vandaag uitgenodigd? Mm-hmm. Ja, ik ben uitgenodigd. Okay. U bent blij vanavond, los van dat het de 20e editie is, de Golden Edition. Waarom bent u blij? Ik ben blij, Suripop, onze eigen ding. Het is een Surinaams ding. En waarom ik ook blij ben, als ik kijk naar alle nummers voor dit keer, de 20e editie van Suripop, zie ik dat er meer nummers zijn die geschreven zijn in onze eigen taal Suriname. En je weet, Sanang is mijn ding. En als ik dat zie, dan voel ik me helemaal happy. Ja. Dat wil zeggen, de componisten moeten dat zo blijven houden. Ja, ik vind dat ze dat moeten blijven houden. En het trekt de mensen ook meer aan. De songs, de teksten trekken de mensen ook meer aan. Het is ook makkelijker voor mensen om lekker mee te zingen. Dat heb ik ook gemerkt. En ik doe ook wel af en toe correcties voor. Oh, ik zou u net vragen, waarom heeft u nooit geschreven? Waarom heeft u dat een liedje geschreven? Nee, ik schrijf niet. Dat is niet mijn ding. En als het liedje ding is, dan het is niet mijn ding. Maar ik help wel de componisten met vertalen van de songs van ze. Meestal schrijven ze in het Nederlands. Of ze kennen bepaalde woorden niet in de taal Suriname. Ik corrigeer en ook bij het schrijven. Help ik corrigeren. Dus mochten enkele kijkers geïnspireerd raken na vandaag of na de galaavond op 4 augustus en je wilt ook schrijven, dan mag je dat doen. En dan voor je hem gaat indienen, mag je bij mevrouw Drenthe zijn om even de correcties te plegen. Goed? Ja, ik doe het graag. Gesproken. Ja, oké. Okay. Succes, fijne avond. Yes. Nou, we geven over aan Simone, want ook Simone heeft weer iets spannends voor ons. Behalve dat we u deelgenoot willen maken van deze CD-presentatie, zijn we dus ook om ons product, het product van Telesuur, te promoten. Omdat wij ook een van de sponsors zijn, een van de grote sponsors van dit evenement. En dan ga ik praten met 2 van mijn collega's, Sabine en Benito. Benito, goedenavond iedereen. Goedenavond. En deze zijn onze social media mensen. Helemaal. En onze de marketing mensen. We zijn hier om het te promoten. Telesuur producten promoten, dus vandaar. Oké. Heel kort, welke acties hebben we op dit moment lopen? Oké, op dit moment lopen hebben we de Allesblauw actie. Waarbij onze klanten leuke prijzen kunnen winnen. We hebben de eerste trekking reeds gehad. En laat me even vertellen wat die actie inhoudt. De Allesblauw actie is speciaal voor de jongeren, de scholieren. Waarbij we zeggen, we poweren de jongeren. Zeggen, gaf het blauw, het is de laatste loodjes. Doe je best, zet alles erop. En mensen kunnen dus door middel van sms en door top-up en door een 3D-pakket te activeren, maken ze kans op het winnen van een leuke prijs. We hebben de eerste trekking gehad, maar laat me niet alles vertellen. No. Nee, ze kunnen die spotjes straks volgen, toch? Oké, en Benito gaat dingen doen met Instagram en zo. Ja, we zijn hier vanavond op de presentatieavond van Suripop, natuurlijk als sponsor van de avond. We gaan een beetje online op Instagram, volg ons. We hebben een paar leuke dingetjes gepland. Natuurlijk zijn we live op ATV en check ons. Ja, en tot de galaavond hebben jullie ook nog meer acties. Ja, maar dat gaan we voor later laten. Spannend blijven. Surprise. Oké, dus als je het niet via de televisie kan volgen, kan je gewoon via Instagram volgen. Via ATV natuurlijk ook en Facebook natuurlijk. Ja, ook
Oké, en ja, tijdens onze reclamemomenten kan je ook heel veel, daar kan je ook heel veel informatie halen. We gaan terug naar Priscilla, kijken wie zij aan de haak heeft geslagen op dit moment. En Mr. Grand Suriname Marvin Halden is ook aanwezig tijdens de presentatieavond vandaag in Royal Ballroom. Mr. Grand, je bent vandaag hier zo voor de presentatieavond als publiek of als gast? Als gast, ja. Maar ook vanuit de meesterzijde bekeken van Suriname, als je Suriname vertegenwoordigt. Wat is het nieuwe product dat er op de markt is en hoe kan je straks ook je land verder vertegenwoordigen? Hoe zou jij dus na de presentatieavond, als alle nummers en alle videoclips bekend zijn, hoe zou jij het op jouw manier promoten? Sowieso op al mijn social media, want dat geeft al heel veel invloed. Ik heb al een heel grote invloed momenteel, dus sowieso op al mijn social media, maar ook een bijdrage geleverd door de CD te kopen, want het is een Surinaams product. Ja. Oké, hoe belangrijk is deze presentatieavond voor jou? Dat je weet wie de componisten zijn. Het gaat altijd, het is een componistenfestival en niet om de zangers of de zangers. Maar ook het nummer hoe het in elkaar is gezet, de organisatie, hoe het allemaal werkt. Maar dat je ook echt het doel erachter weet. Okay. Nou Marvin, ik moet zeggen, heb een fijne avond. Dankjewel. En ik spreek je na de presentatieavond. En sowieso volgen jullie Marvin Halden op social media. Want ook hij gaat dan de muziekvideo's, de liedjes promoten. Voor Suripop, voor de organisatie. Ja, succes! Dankjewel, fijne avond. Nou, vandaag wordt dus bekendgemaakt welke 12 composities tegen elkaar opkomen tijdens de 20e editie van Suripop, tijdens de Golden Edition. En de galaavond wordt dus op 4 augustus gehouden. Voor vanavond, de presentatieavond, hebben ze het zodanig in elkaar gezet dat het niet alleen voor de uitgenodigden zijn, voor de genodigden zijn, maar ook voor het publiek. Ook het publiek mocht het van dichtbij meemaken om te weten welke composities naar Suripop 2018 gaan. Ik geef over aan Simone. Simone? Goed, deze meneer, hij viel op vanwege zijn kleding. Ja, klopt. Maar dat is niet zomaar. Ik heb begrepen dat jij een van de componisten bent. Ja, helemaal waar. Okay. Een van de componisten, Gouden Suripop. Dus ik ben vol enthousiast. Nou, stel je voor, wie ben jij? Ik ben Eros Banket, songwriter. Dat is mijn eerste keer. En ik ben ready voor vanavond. Je bent ready, helemaal niet zenuwachtig. Zenuwachtig zijn is menselijk, dus, maar ik denk over een paar seconden gaat hij wel over. Oké, dit is de 20e editie van deze Suripop. Heb jij de afgelopen 20 edities gevolgd, bewust gevolgd? Nee. Afgelopen jaar, ja, 2 jaar geleden, heb ik besloten om mee te doen. En men zag het wel als een grap. En toen dacht ik van, weet je wat, ik ga toch bewijzen dat ik kan schrijven. En ik heb het bewezen en ja, de mensen die me ooit hadden gelachen, kijk, ik ben live. Ja, hier sta je dan. Ja, ja, okay. Ik zit in de finale. Nou, maar wat heeft je getriggerd, behalve dat mensen zeggen van, het is een grap. Wat is eigenlijk de doorslaggevende reden geweest? Mijn toekomst. Als je straks samen met me meekijkt naar mijn videoclip, en dan heb je een beeld waarover het gaat, maar het gaat in de richting van trouwen. Van trouwen? In het binnenland. Dus je bent nog niet getrouwd? Nee, nog niet. Oké, mensen mogen zich aanmelden. Dankjewel Eros. Als je meer wilt weten over de compositie van Eros, moet je gewoon blijven kijken naar kanaal 12.2. We zijn op dit moment op 12.1, maar na de break straks, voordat de show begint, gaan we wel overschakelen naar 12.2. En wat wil jij tegen de mensen thuis zeggen? Ma en iedereen daar thuis, je boy is hier. Je boy Eros. Ja, je boy Eros. Priscilla. Ja, en ik heb Carla Boeitjes bij mij zo hier zo staan. Ze kwam net naar binnen. Ik heb haar gelijk gepakt. Ja. Want ze is van de nieuwsdienst van ATV. En meestal de mensen die van de nieuwsdienst zijn, hebben heel veel informatie. Informatie die wij eigenlijk niet weten. Nou Carla, welkom in Royal Ballroom. Het is de 20e editie, de Golden Edition. Carla, wat voor extra informatie heb jij voor ons over de Golden Edition? Wel, de informatie die ik heb is dat het speciaal wordt. Een galaavond, een gala-editie. Een editie van Suripop dat jong en oud flabbergasted zal laten staan.
Dus je kan begrijpen dat ik helemaal excited ben. En ik ben blij, want ik ben blij dat we ons eigen waarderen. Ja. En dat het nu naar een hoger level wordt getild. Hey, helemaal thumbs up. Hoe heb jij je voorbereid op deze avond? Vanavond of? Ik bedoel, vanavond. Dat toen je moest klaarmaken, hoe heb je je voorbereid? Want je wist al lang dat de presentatieavond er zou zijn. En men kijkt altijd uit naar de presentatieavond. Ja, dus ik ook. Want ik denk van, ik weet dat we over heel veel talenten beschikken. Dat hebben de vorige edities ons al bewezen. Dat Suriname talentvolle mensen heeft. En die echt nu ervoor uitkomen om hun talent te delen met de samenleving. Dus ik heb heel erg uitgekeken. Ik heb al een sneak peek gehoord. Wow, dat is oneerlijk, hè? En vandaar de vraag, welke informatie heb jij voor ons? De nummers, een heleboel. Ik hoor een beetje seks voorlichten, love. Ja? Dus ik denk dat de mensen helemaal zullen genieten van deze editie. Nou, Carla, dankjewel en veel plezier. En we kijken uit naar de nieuwsuitzending morgen. Absoluut. Tuurlijk, want we willen weten wat er allemaal is gebeurd vanavond. Ja? Succes. Oké, okay, dag Carla, bye bye. Nou, Simone heeft een bekende, belangrijke Surinamer hier zo bij ons. En hij is er bij elke Suripop. Bij elke Suripop is hij er. Ja, het is een verrassing, dus ik geef over aan Simone. Simone, wie heb jij daar? De bekende, een belangrijke Surinamer die nooit wegblijft bij Suripop. Dat is Harold Gessel. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond, kijkers. Jij wordt niet oud. Serieus, jij ook niet. Oké, okay. Harold, doe je dit jaar ook mee? Ben jij een van de componisten? Ik heb zomaar vermoedend, ja. Ja, maar dat zou je nu toch moeten weten. Ja, ik denk het wel, haast wel, maar anders was ik niet hier. Ah, oké. Okay. Je wil de kijkers dus in de spanning houden. Volgens mij was het al bekend dat ik een van de finalisten ben. Oké, okay. Maar voor de mensen die kijken naar ATV en bij wie het niet bekend is, je wil gewoon een beetje spannend doen. Laten we dat op een ander, over een andere boeg gooien. 20 jaar Suripop. Wat is het belangrijkste moment voor jou geweest de afgelopen 20 jaar? Er waren 3 belangrijke momenten. 3 keer de tweede prijs. Dat gaat eigenlijk een beetje aan je zitten. Hè? Dus je moet een keertje gaan voor de eerste. Oké, en wordt het deze keer? Ja, het wordt dat hopen. Wat wens jij de komende 20 jaar nog eens voor Suripop en de ontwikkeling van de muziek en cultuur in Suriname? Nou, ik hoop in ieder geval de stichting het allerbeste toe. Dat ooit eens dat gebouw mag komen. Dat vooral, hè? Het auditorium. Wat zou dat betekenen voor Suriname? Voor de muziek natuurlijk heel veel. Snap je? Misschien ga jij zelf musiceren. Oké, dat zou kunnen. Je bent nooit oud om te leren. Je hebt me niet eens gevraagd hoe het zit met mijn hemd. Met je hemd. Vertel over je hemd. Nou, dus ik was onderweg en ik kwam Sumo tegen en hij zei, ik heb een Indonesisch hemd. Oké, het is een mooi hemd, Harold. We hebben een andere gast. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit interview en heel veel succes. Ik hoop dat je nummer 1 wordt dit jaar. We zien je straks weer, hè? Ja, je ziet me straks weer. Oké, ik begin bang te worden. Ga snel, anders ga je plekje verliezen. En we gaan naar de volgende gast. En Bernice heeft eerder gewonnen. Ja, haar compositie heeft eerder gewonnen. Bernice, je mag jezelf voorstellen. Ja, mijn naam is Bernice Hubert. En ik heb inderdaad een keer Suripop gewonnen. Dat was met het nummer Na UC. Ja? Oké. Hoeveel Suripop was dat? De hoeveelste? Suripop 14, denk ik. Ne? Ja. En je hebt daarna? 2006. Daar ben ik 7. Ja, het was in 2006. En Bernice, daarna heb jij niet meer meegedaan? Nee, daarna niet meer. Waarom? Ik heb andere dingen gedaan in de tussentijd, wel met muziek bezig geweest. En ik heb background gezongen, ik heb andere dingen gedaan met betrekking tot Suripop, maar niet echt meegedaan meer als componist. Maar wie weet komt het nog een keer weer. Okay. Ja. Nou, Bernice, welke pet heb jij vanavond op? Vanavond ben ik gewoon bezoeker. Ik hou heel erg veel van Suripop. Dus ik wil er vanaf de eerste presentatie bij zijn. En dat is het geval vandaag. Ik ben echt gewoon op bezoek. Misschien een compositie voor Bernice tijdens de Golden Edition? Nee. Waarom niet, Bernice? Omdat ik bezig ben geweest met andere dingen. Ik ben bezig met... Ja, dat zei je eerder al. Maar het is de Golden Edition. Ja, I know. Maar
kijk, als je meedoet, vind ik, moet je ook echt een super nummer hebben. En je moet echt zo zijn van, hé, dit is het. En dat had ik niet. Zo, vandaar. Nou, heb je het gehoord van Bernice, succes vanavond. En wij kijken altijd uit naar een compositie van jou. Nog eentje. Ja? Nice, thank you. Succes. Ja, dank je. En dan heeft Simone weer twee gasten bij haar. Simone? De 20e editie, de golden editie van Suripop. En ik heb dan iemand die heel jong is naast me staan en iemand die zichzelf een veteraan noemt in het hele Suripop gebeuren. Meneer Redan, u zegt u bent veteraan. Vertelt u ons een beetje, ik neem aan dat u ook aanwezig was bij de eerste editie van Suripop, 20 jaar geleden. De eerste editie van Suripop was ik erbij. En in die eerste editie was in Thalia, had ik zo'n beetje de leiding over de band. Want de band was toen, we noemden de band Symphony Plus. Bestond uit Symphony, waar ik de leider van was, en additionele muzikanten. Dat was eerste Suripop. En nadien zat ik in die background. En nadien als violist, x aantal jaren dat ik niet eens meer weet. Maar de sfeer eromheen en de mensen en de hele opzet, was het als nu? Altijd een prettige sfeer. Daarom ben ik weer aanwezig vandaag, om die launch nou mee te maken. En deze mevrouw, jij bent? Daphina Kuls. En Daphina, waarom ben jij hier? Nou, sowieso moeten we ons Surinaams product power up pushen en we moeten het al 100% die push geven. Want als wij als Surinamers ons product eigenlijk niet waarderen, wie gaat het dan eigenlijk doen? Wat denk jij dat, het is een stukje cultuur, wat zou dit evenement een boost geven? Ik denk dat we moeten een meer bekendheid geven. In de zin van, Surinamers gebruiken social media al. Niet altijd op de juiste manier, maar als we dat een push zouden geven in de juiste richting. Social media, Suripop, dan weet ik zeker dat we meer bekendheid zullen geven en krijgen. In de wereld. Dankjewel. Bent u het eens met de jongeren? 100%. Het is een Surinaams product en we moeten sowieso onze lokale productie ondersteunen. Nou, ik wens jullie beiden heel veel succes. Ik ga terug naar Priscilla. Fijne avond, geniet van de show. Tot straks. Ik sta weer bij mijn collega. Hoe vond je de gasten? Ja, we staan weer bij elkaar. Nou, leuk. Zijn enthousiast. Het is een feestelijke avond, een muzikale avond. Dus de Golden Edition. En vanavond de presentatieavond is eigenlijk speciaal voor de componisten. Want zij gaan vandaag zien wie is, wie wat is. En tegen wie ze allemaal gaan opkomen op 4 augustus. Dus vol spanning lopen ze in ieder geval naar binnen. Ja, dat klopt. En daarvan zult u deelgenoot zijn. We gaan straks naar een korte commercial break. En we geven u ook de ruimte om over te schakelen naar kanaal 212.2. En daar gaan we dan verder. De show begint om 8:00 precies. Dus even snel je break nemen. En vergeet niet ook de informatie in onze commercials op te slaan. En ja, dan groeten wij u voor dit moment en wensen u heel veel plezier tijdens deze live uitzending vanuit de Royal Ballroom van Terrarica. Bye bye. Tot straks. Hey, hey. Geniet mee van de superleuke Telezuur prepaid voordelen. Zoveel bonus als je wilt met eTopUp. Gratis 100 sms'jes na de eerste 5. Sms bel naar 4006 en bel gratis na 10 uur 's avonds. Gratis bellen na de eerste 3 minuten. Telezuur, keeping us in touch. Meer bonus. Schat, meer bonus? Geweldig. Alles voor jou, schat. Ja, meer bonus met eTopUp.
A Nintendo Switch. Games, 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 games. Huawei P10. Bel me, app me, snap me, chat me. Ultimate Earbox. Muziek, 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 muziek. Zoveel leuks als je upgradeert vanaf 30 SID. Naar 3D activeert via 4040 of uit een blauwe sms naar 3535. Deze actie is geldig van 1 juni tot en met 30 augustus. Bezoek de website voor meer informatie. Yeah. Ga voor blauw, we belonen jou. Delen ze. Keeping us in touch. Wat waren mijn telefoonkosten 4 maanden geleden? Wat zijn mijn openstaande rekeningen? Naar welke nummers heb ik gebeld of ge-sms'd? Met Mijn Telesuur kun je makkelijk en snel jouw rekening opvragen van de door Telesuur geleverde diensten. Dit kan elke dag 1x24 uur. Aanmelden simpelweg met jouw e-mailadres. Wanneer je bent aangemeld, kan je jouw openstaande saldo zien. Wil je jouw factuur of een specificatie van de gevoerde gesprekken zien? Dan meld je je persoonlijk aan bij een van de Telesuur-filialen. Jouw belgedrag kun je makkelijk zelf goed in de gaten houden met Mijn Telesuur. www.telesuur.sr Een van harte goedenavond, dames en heren. Welkom op deze bijzondere CD-launch van Suripop 20. En natuurlijk willen wij de mensen die thuis kijken live via ATV ook van harte welkom heten om met ons te zijn op deze bijzondere avond. Fijn dat u erbij bent. De 20ste editie, dames en heren. Van harte goedenavond. De Golden Edition. Dat betekent dat het iets bijzonders gaat worden in 2018... Heel bijzonder. U merkt het al aan het begin van deze Suripop maand. De launching vindt anders plaats dan zoals we dat gewoonlijk doen. We doen het gewoonlijk met de pers en de sponsors. Maar de vraag was altijd groot van, wij willen dat ook meemaken. En daarom hebben wij vandaag een ruimer en groter publiek bij de launching van Suripop 20. We gaan officieel beginnen en dan nodigen we uit de voorzitter van de Stichting ter Bevordering van Kunst en Cultuur, de heer Frank Cameron. U mag hem applaus geven, dat mag. Niet voor niemand al is deze meneer al 40 jaar voorzitter van de Stichting ter Bevordering van Kunst en Cultuur. Hij heeft daarmee denk ik toch wel zo zijn sporen verdiend. Meneer Cameron, welkom erbij. Komt u maar op het podium. Aan u de eer om deze avond te openen met uw opening speech. Thank you. Daar is hij dan. Goedenavond. Dames en heren, Henk. Goedenavond. Heel hartelijk welkom op deze speciale avond. Speciaal omdat het 20 jaar Suripop is en 40 jaar Stichting Cultuur, Kunst en Cultuur. Mag ik een applaus daarvoor? In naam van de almachtige opperbouwmeester is het ons gelukt om door te gaan en met uw medewerking. En wij blijven rekenen op uw steun en medewerking, ook in de komende tijden. En ik wil
van deze plaats uit een applaus slagen voor het bestuur en de mensen die samen met mij, u ook, ervoor hebben gezorgd dat wij vanavond hier bij elkaar kunnen komen. Heel hartelijk dank de heer Van Vliet, Pierre en onze secretary-generaal Odette zal u verder wegwijs maken. Dank u. Dank u wel, Frank. Dat was de voorzitter van de Stichting ter Bevordering van Kunst en Cultuur, Frank Cameron. Voorzitter, u mag blijven staan, want nu vindt er een officiële handeling plaats. Ja. Wij hebben al jaren trouwe vrienden. Elke keer weer hoeven we niet eens aan te kloppen. Deze mensen staan gewoon paraat voor ons. Een van deze trouwe vrienden die al zo lang ook ondersteunend blijft naar de Stichting ter Bevordering van Kunst en Cultuur en het Suripop-product is de SLM. Mag ik een hartelijk applaus? Want ook dit jaar weer heeft de SLM ervoor gezorgd dat de Suripop-CD ruim op tijd hier aanwezig zal zijn. En we willen daarvoor vragen de vertegenwoordiger van de SLM, mevrouw Gerda Chinfu, om officieel de eerste CD te overhandigen aan de voorzitter. En u denkt dat het zo in elkaar zit, dat de voorzitter alles weet. Maar het is echt de eerste keer dat hij de CD ook zal zien. Dus het is voor hem ook een unicum om uit handen van de vertegenwoordiger van de SLM deze te mogen ontvangen. Alsjeblieft. Heel hartelijk dank. Gefeliciteerd met de verjaardag van de stichting. En gefeliciteerd met de 20e editie van Suripop. Alsjeblieft, namens Suripop. Heel hartelijk dank. Wij hopen dat de samenwerking door mag blijven gaan. Al is deze voorzitter er niet meer. Daar mag u op rekenen. Mevrouw Gerda Chinfu, hartelijk dank aan de SLM. En u mag het weten, de voorzitter is echt de eerste die een cd in ontvangst mag nemen. Wij als bestuursleden hebben nog niet eens eentje gehad, toch? En nee, niet eens waar, stiekem nee. Geluisterd. U weet, je bent soms nieuwsgierig, je wil weten hoe het klinkt. Nee, de allereerste voor de voorzitter, want de cd's zijn op tijd gearriveerd. Jawel, hij heeft niet stiekem geluisterd, ik wel. Oh, Odette, Odette, Odette. Dat is Henkse begroeting voor mij, altijd hartverwarmend. Maar het verhoogt altijd de stemmingen binnen het bestuur en dat maakt het zo bijzonder. En ik denk dat dat is waaruit we onze energie putten om elke keer weer door te kunnen gaan. Goed, het is de hoogste tijd om ook stil te staan bij andere mensen. En dat zijn mensen die ons zijn voorgegaan. De Suripop-familie die groeit elk jaar. Er zijn bijzondere talenten bij geweest die hun kracht hebben gegeven om inderdaad in deze afgelopen 40 jaar 20 keer het product te kunnen hebben gepresenteerd. Er zijn een aantal mensen ons voorgegaan en bij die willen we stilstaan. Normaliter, als we mensen gedenken die ons zijn komen te ontvallen, dan beperken we het tot de mensen die in de afgelopen 2 jaren vanaf het vorige festival zijn heen gegaan. Deze keer, omdat het de 20e keer is, hebben we het anders gedaan. En we bedenken of gedenken iedereen die vanaf het begin van Suripop heen is gegaan en is komen te ontvallen uit de Suripop-familie. We doen het op onze eigen manier, Suripop-wise. En daarom hebben wij enkele grootheden uit de Suripop-wereld bereid gevonden deze ode te brengen aan de mensen die hun ook de gelegenheid hebben gegeven te groeien binnen dit festival. Het wordt een compositie van Wim Bakker en Erik Revos. Een van de evergreens waarop wij een eerbetoon zullen brengen aan al die Suripop-grootheden. De zangers zijn Brian Munslag en Cheryl Reiziger. Cheryl Reiger, ook mensen die trouw zijn aan Suripop. We danken deze artiesten voor deze bijdrage. Dames en heren, een ode aan de Suripop-grootheden met Saïde Jugwe. Thank you.
Dankjewel, Brian Munslag, Cheryl Reger en natuurlijk Erik Rievels, dames en heren. Ik vraag me af als hij inderdaad de intentie had toen hij het nummer schreef, dat hij 30 jaar later weer hier op het podium zou staan om het te moeten brengen, om een eerbetoon te geven aan de Suripop familieleden die ons zijn komen te ontvallen. Dank u wel. Het is een beetje een droevige noot, maar de rest van de avond gaat er anders uitzien, toch Henk? Absoluut, want iedereen is heel nieuwsgierig om de nieuwe liedjes te horen, de nieuwe editie. Het is de Golden Edition. En waarom is het de Golden Edition, zult u zich afvragen? Nou, om dit prachtige kunstwerk dat hier naast me staat. Maar later op de avond veel meer daarover. We moeten nu van start met het programma, want u bent uiteindelijk wel hier om de muziek te beluisteren, de 12 nieuwe Suripop-composities en de 12 nieuwe clips te bezichtigen. Dus, we gaan ermee van start. Het zijn er 12. En de eerste vandaag, dames en heren. De introductie van finalist nummer 1 is Rudy Fernand. Hij schreef voor de Golden Edition van Suripop het liedje Highway of Love. Wordt gezongen door Nabila Stone en het arrangement is van Ernesto van Dal. We introduceren de songs direct met de videoclips en wij kunnen vertellen dat de videoproductie van deze Suripop song afkomstig is van Sergio Vigeland zoon. Dames en heren, lied nummer 1, Highway of Love. Suripop. We'll
on my mind, showing affection and being kind. Nothing to lose, 'cause what I give comes back. So much to give, yes, all the above. I'm walking on this highway of love. I can feel the air blowing through my soul. What a wonderful feeling not to walk alone. I know it's crazy, but it feels so good. Make sure you treat me right. Gearrangeerd door Ernesta van Dal en gezongen door Nabila Stone. De componist zit hier naast mij en we gaan een babbeltje met hem maken. Rudy, het is niet de eerste keer dat je hebt meegedaan aan Suripop. Nee, klopt. Wanneer was dat de vorige keer en wat had je toen geschreven? Als ik het goed heb, 6 jaar terug. Ik weet niet precies welke editie het was. Maar als het goed is, 6 jaar terug. Ja. Het was allemaal de compositie Women. Ja. Met andere woorden, je schrijft vaker Engelse teksten. Klap is makkelijker voor mij om me uit te drukken in de Engelse taal. Vandaar dat ik dus en Engels is uiteindelijk een universele taal. Vandaar dat ik vaak Engels schrijf. Ja. Met andere woorden, je wil niet alleen Suripop winnen, maar je wil ook internationaal gaan met Highway on Love. Nee, maar dat is de bedoeling, toch? Je affiniteit met muziek. Je doet mee met Suripop, maar musiceer je ook. Wat is je affiniteit met muziek? Nou, ik heb muziek gestudeerd. Ik heb wel niet afgemaakt, maar ik heb wel muziek gestudeerd. Ja, dat is hem eigenlijk zo'n beetje. Had je dit liedje al lang in de lade of heb je hem speciaal geschreven voor deze editie? Nee, Suripop had een workshop en we moesten titels opschrijven en ik was met mijn zus toen en zij had deze titel opgeschreven. En ik zei tegen haar, ik vind het een leuke titel, ga je titel nemen. Zo. Dus ze zei, oké, pak maar. En toen heb ik hem dus allemaal geschreven. Geweldig. Rudy.
Jij krijgt vandaag als eerste componist de CD. Alsjeblieft. Dank u. En heel veel succes bij de finale op 4 augustus. Wat we ook kunnen vertellen vandaag is dat de volgorde die vandaag gehanteerd wordt, dus de volgorde waarop de componisten hier op het podium zullen staan, is ook de volgorde waarop ze op de showavond zullen verschijnen in Nis. En ook de volgorde van de CD. We hebben de volgorde van de CD als leidraad gebruikt om deze avond op te bouwen. Het is nu de hoogste tijd voor het lied nummer 2. En dat is van Rachel Parami. Futego mi wani lobiu. Song komt van Giora Sampai. Het arrangement is van Asghar Koster. De videoproductie is van de STVS. Rachel Parami moet nu op het podium komen. Kijken naar haar clip. Futego mi wani lobiu. Mi ate gim wan fong fo. Te me shi ewa kapsa, me denk dat na mi u eko. Yu fe si e brengi, moro le ka faya song. Mi wan fo dena yu sei, te ne ti fado. One lobby you, Rachel. Hoe voelt het om hier te zitten, zo op het grote podium voor de eerste keer? Prachtige avond, prachtige clip. De zaal is in ieder geval enthousiast over je nummer. Futego mi one lobby you. Vertel, waar komt dit nummer vandaan, het verhaal van dit nummer? Goedenavond.
Dit nummer gaat over mijn verliefdheidsperiode, toen ik als eerst verliefd werd. Dus daarover heb ik geschreven. Hoe oud was je ongeveer? Ik was 18. Ja? Ja. Okay. Ja. Vindt u dat nou een goede leeftijd? Dat ze verliefd mocht zijn op 18-jarige leeftijd? Ik vind het prachtig. Ik vroeg haar daarnet, ze is een beetje zenuwachtig. Maar waarom ben je eigenlijk zenuwachtig? Ik weet het niet, maar ik ben gewoon zenuwachtig. Okay. Al de hele dag. Nee, het is een groot moment, dat begrijp ik. Nou, ik heb naar je clip gekeken. En wat me opviel aan je clip, je hebt natuurlijk twee hele prominente Surinamers in je clip gefeatured. Wat is de reden? Of hoe heb je ze zo ver gekregen om met z'n tweeën in de clip te spelen? Nou, ik ken Enver heel goed. Ja. We hebben een hele goede band. Mm-hmm. En de mevrouw die me geholpen heeft met het een en ander, is de manager van Enver. Dus we spraken toen over een goed uitziende man, iemand die goed kan acteren. En we vielen toen op Enver. Ja. En aangezien ik hem ook zo heel goed ken, dan heb ik gezegd... Was het makkelijk voor elkaar. Ja. En Danisha en heb je er ook bij. Daarna hè? Kwam Danisha erbij. Ja. Omdat ze ook vaak samen hebben gewerkt. Ja. Dus het zou een beetje makkelijker gaan bij het acteren. Ja. Maar je hebt ook een prachtig stukje Suriname laten zien. Ik keek naar de plek waar het gefilmd is en het was iets van, wauw, ik ken dit niet. Het is een hele aparte plek waar je echt een mooi stukje Suriname ziet. Yes. Is waar is dat? Clevia Park. Ja, oké. Okay. Is dat ook op Clevia? Ja, oké. Okay. Ja, Clevia. En ook je zangeres ziet er prachtig uit in de clip, heel artistiek. Heb je dat zelf gedaan om haar aan te kleden en helemaal te preppen voor de clip? Dat pak je wel. Okay. Ik heb een model bedacht, dus ik heb een modist bereid gevonden om dat voor haar te stikken. Ja. En ik vond het ook nice. Ja, en het ging over je eerste verliefdheidsperiode. Als je het lied zo hoort, denk je dan terug aan die periode? Aan mijn verliefdheidsperiode? Ja. Laat het je daaraan denken. Ja. Ja, het was een hele fijne tijd. Ja. Mijn verliefdheidsperiode was echt leuk. Ik heb ervan genoten. Dus, Asghar heeft het nummer voor jou gearrangeerd. Als je terugdenkt aan hoe jij jouw compositie hebt ingeleverd aan het begin van het traject. Is het geworden wat je ervan had verwacht? Nee, helemaal niet. Nee. Want het was echt dood. Maar het is helemaal anders geworden. Ja. En ik ben echt tevreden. Ja, want het straalt van je af. Je ogen glinsteren. Dus het is heel erg duidelijk te zien aan jou dat je wel tevreden bent en happy bent. En op deze avond hier voldaan zit. Ja. Heel erg veel succes in het Suripop traject. Ook voor jou hebben we als tweede componist de CD. En heel erg veel succes tot Dank 4 augustus. Dank Rachel Parami, dames en heren. Het nummer Futego Miwani Love You. De song kwam van Giora Sampai, de arrangeur Asghar Koster, de videoproductie van de SDVS. En ook aan haar wensen we heel veel succes toe. Dank je wel, en dan zijn we al bij compositie nummer 3. Eros Banket, schreef voor Suripop 20. Zo, kelle kelle. Het liedje wordt gezongen door Sephora Windzak en is gearrangeerd door Joël Pinas. De videoproductie is van Tony Shaw. Dames en heren, de introductie van Sokele Kelle. Mag ik jullie vragen elkaar de rechterhand te geven en hier in aanwezigheid van God, voor familie, voor vrienden, jullie trouwbelofte uit te spreken. Wil je hem liefhebben en waarderen al de dagen van je leven? Wat is daarop uw antwoord? Ik breng
in you my face. You more for so safu, yes, Mary so sweetie. Then ready, rose long to you. Schat. Meneer. Zo kille kille. Van Eros Banket. En hij zit hier naast mij. En wat me opvalt, ik keek even naar de clip en had dezelfde jas aan. Hè? En is jullie opgevallen? Heb je dat bewust gedaan, Eros? Helemaal. Het is bewust, omdat ik vanavond ga trouwen met mijn eigen clip. Oh! Ik begon al te kijken. Maar, vanavond ga je trouwen. Die titel, Zo kille kille. Kan je dat verklaren? Wat betekent dat, Zo kille kille? Eigenlijk is het woord kille, het is een Afrikaans woord, betekent prachtig, mooi, sexy. Mijn Afrikaanse broeder zou zeggen, adjoma, dit is ook kille kille. En in het Afrikaans gebruikt men kille kille, maar in het Afrikaans gebruikt men kille. Doe je voor het eerst mee? Is dit jouw debuut als componist? Ja, het is mijn eerste keer. En daarom ben ik zo enthousiast. Wacht even. Is dit het eerste liedje dat je ooit hebt geschreven in je leven? Oh nee, ik schreef al geruime tijd vanaf de schoolbanken. En dit is de eerste keer dat ik heb uitgezonden. Ik heb geluisterd naar de melodie en ik vroeg me af, wat heb je eigenlijk geschreven? Een merengue, een zouk, er zitten ook cassico-invloeden hier en daar. Hoe moet ik het betitelen? Het is een mix van Surinaams muziek en Afrikaans. En dat heb ik bij elkaar samengesmolten. Ja, je hebt de Sipora Windzak als artiest. Kende je haar al? Of ben je speciaal op zoek gegaan naar die zangeres die jouw clip kon zingen, die jouw liedje kon zingen?
Ik heb Sipora al geruime tijd gevolgd. Tijdens de optreden. Ze heeft een schorse stem. En dat maakte me zo... ik dacht van nee, ik ga die stem gebruiken voor mijn song. Ja. Ja. Was je van tevoren al bewust van... Hey, Suripop horen we vaak van die slow nummers, die ballads. Dat je zegt van, nee, ik ga meedoen, maar het wordt iets vrolijks. Mijn persoonlijke mening, ik vond dat het een beetje saai werd. En ik dacht van, nee, ik ga wat suiker bijzetten, zodat wij allemaal een hardy hard kunnen krijgen. Zo, kelle, kelle! Mag je alsjeblieft de cd aanbieden? En heel veel succes op de avond van 4 augustus. Dank u wel. Goed, Henk, we hebben een speciale aankondiging voor de deur. We hebben net met Eros Banket gesproken. En waarschijnlijk heeft u het al kunnen volgen in de media. Maar het bestuur heeft dit jaar besloten om de medley uit de showavond van 4 augustus te halen. Dat heeft een bepaalde reden. Er is een verrassing, daar gaat Henk ons later op de avond wat meer van vertellen. Maar de medley is zo een favoriet bij iedereen. Je wordt er nostalgisch van, je wordt er blij van. Iedereen vraagt elke keer en kijkt uit naar de medley. De medley hebben we dus, en even uitleggen wat de medley is. Dat is namelijk een verzameling van alle gewonnen Suripop-nummers van de afgelopen 19 edities. De medley hebben we dus vanavond in een ander jasje gestoken. Wij hebben gemeend om het een beetje anders te doen. De medley wordt altijd heel traditioneel gespeeld. En deze keer wilden we, omdat het de Golden Edition was, een beetje uit de box. Out of the box, om het zo te zeggen. We hebben dus de opdracht gegeven aan twee jonge artiesten, zeer creatieve mensen. De ene daarvan is DJ Cat. En de andere daarvan is de band onder leiding van Ivan Ritveld. Henk gaat zo dadelijk wat nader kennis maken met hem. Maar zij zullen dus op hun eigen manier en een heel ander jasje gestoken het eerste deel van de Suripop medley aan u presenteren. U weet het, als we vandaag al die nummer 1 hits zouden brengen in een medley, dan zou u 19 liedjes achter elkaar horen. Dat zou een beetje veel zijn, hè? We hebben daarom de medley verdeeld in drieën. U gaat genieten van moderne Suripop-songs uit het verleden. De medley gaat van 1 tot en met Suripop 6 Winawan. De Suripop medley. Yeah.
Suripop-liedjes nooit gehoord. Een geweldige mix, dames en heren. Dit is een Suripop-band. En Suripop is altijd heel progressief geweest. U weet dat Suripop als eerste Surinaamse popliedjes heeft uitgebracht op CD. Dat was al bij Suripop 5, als eerste in Suriname. En nu introduceren wij dit ook. Kijk eens, de Suripop-band met een DJ. DJ Cat. De overige leden wil ik direct voorstellen. Bassist Jason Eduati. Keyboard player nummer 1 Anthony Hintzen. Keyboard player nummer 2 Ivan Ritveld. Drummer Ilaya Cairo. En de vocalisten ga ik direct aan u voorstellen, dames en heren. Ashley Amarie Schulz. En Fanuel Herbert. Klopt mooi toch? Modern. Laten zien dat Suripop tijdloos is, ook al is het 40 jaar oud. Goed,
Hoogste tijd nu om aan u voor te stellen. Compositie nummer 4, Jonathan Hatimi. Nou, de mensen hebben fancrowd meegenomen vandaag. Jonathan heeft geschreven Lobby Futego. Sang is van Marouf Amatstam. De arrangeur is Demus Wongsusuwirjo. En de videoproductie is van Amaka Films. De editor is Noel Jeru. Mag ik Jonathan Hatimi zijn clip aan u introduceren, dames en heren? Lobby Futego. Weet dat niet meer brakseri. Des weet moment die peuwela fuwen prisiri. Alla di me kibri al lobby firiki. Kame frede tak you non lo bi mi a momenti d'oro be mi non man moro be mi non man moro a kibri firi ki you no can go so d'oro na you no mo mi wani me mek presi gi you na mi a ti lobi mi lek fa mi lobi you me promise you ancora con libi if you take me you a ti yes I love you futego alla te me subu fumiti you pe me me tori fu you can love Siri we e meki Benoi ti we tanti ri Me axi mi srevi If na srev lo bi you abi jimi Na you no mo mi wani Me mek presi ji you na in mi ati Mi love you Me promise you Ancora con libi If you take me You are the Mi salop you Moro one you Day opo Amoro Tranga me para Boto Fusor grondapu Mi one you Jonathan heeft met zijn clip Lobby Futego, denk ik, toch wel wat grenzen verlegd binnen het Suripop-landschap, denkt u niet?
Ja, zeker. Ja, hij heeft het wel gedurfd. Ja, Jonathan, klopt. Het is heel erg duidelijk. You went a step further. Je hebt een prachtige clip gemaakt. Ja. Je hebt een beetje de scherpe randjes, een beetje tegen de grens. Hij belde me op een gegeven moment heel zenuwachtig. Oh, mevrouw Odette, ik moet u toch even vragen. Kunt u voor me kijken als dit wel kan? Maar hij heeft het wel gedurfd. Ik keek naar de clip en denk, oké, wacht even. Ik hoop dat iedereen zo sportief is inderdaad om te laten zien. Omdat we bij Suripop ook wel gewoon een beetje meer durven. Jonathan, wat is de reden geweest? Want je hebt op meerdere fronten, ben je een beetje spicy geweest met je clip. Wat is jouw beweegreden geweest daarvoor? Nou, het is Suripop 20, het is een gouden editie, dus het moet ook anders kunnen. We moeten een stap verder gaan natuurlijk. Ja, oké. Ik zei het al tegen Jonathan, hij is een van de jongeren, zeg maar, onder de groep componisten dit jaar. En wordt vaker gezegd dat Suripop en het stel een Suripop sound zijn allemaal woorden die we horen. Maar hoe het ook draait of keert, het product spreekt toch wel de jongere generatie aan. We hadden daarnet Eros, we hebben jou, dat wil zeggen de jongere mensen. Rachel was ook een vrij jonge vrouw die gewoon meedoet. Dat wil zeggen, de appeal van Suripop, die leeft nog. Ja, wat vind jij daarvan? Het is normaal eigenlijk in feite. Iedereen in feite kan het doen. Ik denk dat de jongeren meestal, ze zijn bang om het te doen. Ze maken hun clip, maar Suripop zelf schrijven is heel geweldig. Vooral voor de jongeren, ik zou ze aanraden om toch mee te kunnen doen. Gewoon de ervaring, hè? Ja. Wat vond jij van de ervaring? Geweldig. Het is een heerlijk gevoel. Ik zou het weer willen doen over 2 jaar. Oké. Ja. Schrijf je al heel lang? Nee, maar liefdesbrieven schrijf ik wel vaak. Liefdesbrieven schrijf je al? Ja. Oké. Is dit nummer ook gebaseerd op een van de liefdesbrieven die je... Of een liefdessituatie die je hebt meegemaakt? Je hebt natuurlijk een gemaakte verhaal en een ware verhaal. Ik zal maar over het gemaakte verhaal vertellen. Ja? Ja. Nou, het ware verhaal is niet de inspiratie. Nee, dat is voor mij zo. Okay. Nee, zo ver ga je niet. Nee. Dus dit is het gemaakte verhaal. Ja. Oké. Maar, hoe doe ik dat verkeerd? Om het inderdaad zo teder en best gevoelig neer te zetten... Moet je eigenlijk toch ook wel een beetje of ervaring hebben of in ieder geval wel weten wat het gevoel betekent om iemand niet te kunnen krijgen op wie je eigenlijk verliefd bent. Waar haal je die inspiratie vandaan om dat gevoel naar buiten te krijgen? Want niet alleen maar in je muziek, maar ook in je clip is dat heel duidelijk te zien. Het enige manier om het uit te brengen is middels een lied natuurlijk. Want soms kan je het niet tegen de persoon zeggen en dan denk je van hoe kan ik het? Ik kan het niet tegen die persoon zeggen, maar ik wil het hele wereld laten weten. Dus dan doe ik het middels dit. Ja, Suripop 20 en zo toevallig ben ik erin. Dus. Ben je erin? In de top 12. Ja. In de race naar de Gouden Trofee op 4 augustus. Goed. We willen wel het slot van het verhaal weten. Does he get the girl in the end? Nee. Je kan het op verschillende manieren interpreteren natuurlijk, maar ik heb het een beetje commercieel voor Suripop gelaten, dus het blijft een ja of een nee. Oké, dus dat is hem, want hij geeft zichzelf heel bloot, letterlijk en figuurlijk. Klopt. Hij legt niets anders meer dan zijn hele lichaam op tafel. Ja. En dat zet hij letterlijk en figuurlijk ook op de goktafel. Ja. En het is maar de vraag als hij inderdaad wel of niet met de prijs ervan doorgaat. Oké, nou. Never know. Misschien gaat Jonathan wel met de prijs vandoor op 4 augustus. In ieder geval gefeliciteerd. Prachtige clip, prachtig nummer. Dankjewel. Jonathan Hatimi, zijn nummer. Lobby Futego. Zang was van Marouf Amatstam. De arrangeur Demis Wong Susuwirio. De videoproductie kwam van Amaka Films. En de editor was Noël Djeru. Lobby Futego. Succes. Natuurlijk mogen we niet vergeten jou ook jouw Suripop CD te overhandigen. Alsjeblieft. Dankjewel. Dankjewel, Jonathan. Wauw! Ik denk dat de componisten ervoor hebben gezorgd dat we straks een geweldig feest zullen hebben. Weer popsongs waar wij als Surinamers heel trots op zullen zijn. Want u weet het, Suripop is toonaangevend. We hebben een eigen popgeluid ontwikkeld en we zijn bezig de wereld te veroveren. En dat zien we ook buiten Suriname, dat de vraag naar Suripopliedjes groot wordt. Mensen hebben gevraagd aan ons van, mogen we het lied van een bepaalde componist nu in het Engels uitbrengen in het Caribisch gebied? Dus je merkt dat de belangstelling voor onze liedjes groeit. En ik denk, met deze Suripop-editie is het gewoon bingo. We zijn bij compositie nummer 5. Wauw! Zo! Wauw, iemand in de zaal.
Dus die weet precies wat volgt, hè? Dames en heren, we kondigen aan. De compositie van Samantha Pater, die als titel heeft meegekregen, Enough. De arrangeur is Joël Pinas en het nummer wordt vandaag uitgevoerd door Timonia Gottlieb. Oh, het is Timonia die daar zit. De videoproductie is van Valentino Schuschen. Dames en heren, geniet u van dit nieuw Suripop nummer Enough. Suripop. Never seen these tiles up close or shattering along with my skull. My blood has spilled in overdose, and his mind isn't so beautiful. Enough is the key. I'll stay. De compositie van Samantha Pater, Enough. Het arrangement is van Joël Pinas en de zangeres was Timonia Gottlieb. Zo, Samantha, iedereen ziet het. Ja, we zien iets, hè? In blijde verwachting. In blijde verwachting. Heb je het liedje geschreven toen de baby al onderweg was? Nee. Daarvoor al? Daarvoor al, dus ja. Is een oude compositie. Een van wanneer? Oude compositie, ja, 2016 denk ik. Had je het al geschreven? Ja, had ik het al geschreven, ja. All right, maar ik denk dat je 4 augustus misschien niet in de hal bent. Ja.
Ja, kan het? Het zou kunnen. Mensen, dus u weet het nu, als u er niet ziet, op 4 augustus tijdens de finale avond, dan weet u wat er aan de hand is. Of tijdens. Pardon? Het kan ook tijdens de... Nog mooier. Ze wil dat het gebeurt tijdens de show. Enough. Verklaar de titel. Enough. Enough. Ja, op zijn Surinaams. Asarno. Asari. En ja, is eigenlijk een titel die... ja, het gaat eigenlijk een beetje over pesten. Dus eigenlijk de persoon zegt aan degene die de pesterij doet... dat van Asarno. Van, het is nu genoeg. Het is actueel, hè? Ja, het pesten op school, et cetera. Ja, heeft dat jou geïnspireerd? Geïnspireerd. Ik denk dat ik ook het slachtoffer was van pesten. Waardoor, ja, voor mij dat lied eigenlijk tot uiting is gekomen. Vertel, hoe heb je eronder geleden dat men jou heeft gepest? Is natuurlijk geen prettig gevoel. Maar op een gegeven moment denk je, ja, met de wil van God kom je wel eruit. Dus, ja. Wat doe je in het dagelijks leven? Dagelijks leven? Ik ben een verpleegkundige. Werk in het diakonessenhuis, kinderafdeling. Ja. Met andere woorden, al die verpleegsters van diakonessen zijn dan in de hal. Tuurlijk, ik denk van wel. Nee, maar ik denk, waarom ik het zeg, dat ze er moeten zijn om je direct te helpen, toch? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Misschien zijn er ook kinderartsen binnen, dus... Inderdaad. Je hebt ook in het Engels geschreven en je vertaalde het in Asari. Ja. Maar je hebt niet gekozen om het in het Surinaams te doen, Asari, tot hier en niet verder. Maar je hebt gekozen voor het Engels. Ja, ik vind dat ik voor mezelf, als ik Engels schrijf, dat ik beter mezelf eigenlijk tot uiting breng. Datgene wat ik eigenlijk wil vertellen aan het publiek, dat het voor mij in het Engels toch comfortabel is. Ja. Ja. Vind je dat Timonia Gottlieb heeft vertolkt wat jij naar buiten wil brengen? Ja, zeer zeker. Zeer zeker. Ja. Ja. Ze is goed, hè? Ze is heel goed. Nou, mag ik jou... Ze zit in de zaal, hoor. Daarom dat ik het zeg. Had je het niet gehoord? Wow! Ja. Daarom dat ik het extra benadruk. Okay. Nou, mag ik je de CD aanbieden? Dank je. Ga je vanavond 20 keren thuis afdraaien, natuurlijk. Er komt een muzikale baby. Dus. Dames en heren, dat was Samantha Pater met Enough. Suripa. En dan moeten we nu de volgende componist aankondigen. En dat is Bikiel Watsaam. Compositie nummer 6. En hij schrijft Tava. Song komt van Lisinta Watsaam. Ja. We're keeping it all in the family. En Eugène Main. De arrangeur is Ivan Ritveld. De videoproductie komt van Rafael Jens. En wij nodigen uit u om te gaan kijken naar Tava. Gote wade yamo Mi be wisi taki u bengali enkiasa Mi be wisi taki u bengali enkiamunde Mi be wisi taki u bengali enkede sitali Sumi lobi figi na zolanga abiota Maunabi tafa, tafa ya Si unabi tafa, tafa ya Mibe uinzi taki ubengani enkiase Mibe uinzi taki ubendenki ya wintaje waide Mibe uinzi taki ubentapu enkede mbeligi So mi lobi fiki
na sotanga abiode. Maunami tafa, tafa ya. Siunami tafa, tafa ya. Unami tafa, tafa ya. Hey, unami tafa, tafa ya. Mibe uisi taki, dede bio pasawi. Oh, mibe uisi takio. Tenga bio devi kina. Dao bio pisi, aya tega sula. Ubio pisi. Mauna bita fa ta fa ya. Mauna bita fa ta fa ya. No, no, no. En de smile op Bigiel's gezicht, mensen. Nou, daar zorgt u wel voor. Yes, helemaal. Goed, ik vraag me af, ik weet het niet, ik moet eigenlijk even naar Henk kijken, want hij is het lopend Suripop-archief. Maar volgens mij is er nog nooit een nummer geweest dat helemaal volledig in Saramakaans is geschreven. Okaans is geschreven bij de Suripop. Je hebt het aangedurfd. En er is, je hebt denk ik daarmee toch wel een statement proberen te maken. Wat was voor jou zo belangrijk aan deze boodschap? Ja, goedenavond. Het is voor mij een eer om in het Okaans te zingen, schrijven. Ik zing ook maar, schrijven in dit geval. Ik heb bewust ervoor gekozen. Eigenlijk durf ik altijd te schrijven in het Okaans en een mix te maken daarvan. Maar in dit geval zei ik van, hey, ik ga het gewoon volledig Okaans doen. En kijken hoe het aanslaat. En ik hoop natuurlijk dat Suriname het wil omarmen. Ja. Okay. Tafa, wat betekent dat? Tafa is eigenlijk een afkorting van Unabi Tafa. Want eigenlijk, dat is wat ik zeg. Ja. Maar Tafa is letterlijk travasi. Maar Unabi Tafa, we hebben helemaal geen andere keus. Ja. It is clearly a love song. Ja. Helemaal, helemaal. Dus eigenlijk zeg je, we hebben geen andere keuze dan van elkaar te houden. Nee, in dit geval zeg ik, we zouden eigenlijk voor eeuwig willen leven met deze liefde. Ja. Maar helaas, Unabi Tafa. Ja, we hebben geen keus. We hebben geen keus, we sterven. Ja, ja. Dus dat wil zeggen, de liefde op dit moment, dat moeten we koesteren. Klopt. Ja, ja. Klop. En dat bezingen ze dus met z'n tweeën. Ja, eigenlijk toen ik het schreef, ik dacht aan, hoe omschrijf ik tijdloze liefde? En ik heb dus dan de hemel, lichamen en natuurverschijnselen gebruikt. De sterren. Ik wenste dat wij even oud werden als de sterren. Ik wenste dat wij even oud werden als de maan, als de zon. Ja? En ergens zag ik ook van, ik wenste dat wij, dat we vrijstelling kregen van de dood. En dat de tijd geen invloed op ons had.
om zo onze liefde tijdloos te maken. En in die Brits zeg ik, we weten dat we gaan sterven. Dus voordat we sterven, voordat we de zonde man en alles hier achterlaten, laat onze liefde de inspiratie zijn voor de zon, voor de maan, voor de sterren en alles. Ja, want we verstaan niet allemaal Okans, ja, natuurlijk. Klopt. Dus het is wel goed dat je dit uitlegt wat het precies betekent. Ja. En de uitleg die maakt het natuurlijk nog bijzonderder. Ja. Je kan natuurlijk heel veel emotie voelen in de song, sowieso. Maar je verstaat niet wat er gezegd wordt, althans ik niet. Dus de uitleg is toch ook wel belangrijk. Het is in feite, en dat is mijn boodschap naar Suriname. Ja. Als je luistert, want ik heb niet echt heel diep Okans geschreven. Nee, oké, dat begrijp ik. Is eigenlijk Stranang. Maar dan moet je echt gaan luisteren. Ja. En dan, mee bij Winsi, dat is verstaan. Dus een kleine flarde van de uitspraken, klop. Die kan je wel eruit klop. Halen. Eigenlijk is het denk ik meer een boodschap om te zeggen van, hey, misschien moeten we ons inderdaad gaan verdiepen in de andere talen die ook in Suriname leven. Want we leven hier met z'n allen en we praten wel Surinaams, ja. Maar het is eigenlijk toch prachtig als je deze taal gewoon hebt in je land. En dan, ja, we zouden allemaal wat meer moeten weten. Niet alleen maar van het Okans, maar ook van andere talen die er zijn. Eigenlijk wel, want dan kunnen we echt praten over een smeltkroes. Goed, ik moet afronden, maar ik wil deze vraag toch ook wel stellen aan jou, Miguel. Jij schrijft, je bent sowieso artiest, muzikant. Waarom dit nummer voor Suripop? Je schrijft ervoor al, je gaat erna ook schrijven. Ja. En toch besluit je mee te doen met dit muziekfestival. Ik zou in feite mijn lied Apoku zou ik indienen in 2016. Maar toen wilde ik het zelf zingen. Omdat ik heb bepaalde songs waarvan ik zeg van, ik kan niemand vinden die deze emoties kan uiten. Maar in dit geval heb ik ervoor gekozen omdat ik denk van, ik wil tenminste één keer meedoen aan Suripop. Zeker om bijdrage te leveren. En tegelijkertijd om te winnen natuurlijk. En ik heb Eugène Mindbreed gevonden. Ik vind dat hij, van de artiesten die ik ken, is hij één van ze die mijn emoties kan uiten. Zeker qua zang. En natuurlijk mijn lieve vrouw. Natuurlijk. Die daar is. Niemand beter die dat kan. Yeah. Inderdaad. Afgestemd op het gevoel van jou. Yes. Voor haar, tussen jullie. Tafa. Dankjewel, Miguel Watsam. Succes op jouw cd. Alsjeblieft. Dan hebben we 6 van de 12 gehoord. We zijn precies in het midden van de show. Dat betekent nu tijd voor de tweede medley. De eerste was 1 tot en met 6. We gaan nu beginnen bij lied nummer 7. Suripop 7, welk liedje had gewonnen? Laat me kijken of de Suripop fans hier zijn. Suripop 7, welk liedje? Henk, help ze, ze zucht een beetje. De moment is zonder jou. En dan gaan we door naar Suripop 12, was een speciale editie. Werd gewonnen door Henk McDonald. En welk liedje had toen gewonnen? Ja, goed zo, Tide Ete. Nou, van 7 tot en met 12, hier is de Suripop Band. Ah.
bright. And yes, it's the time for the lovers. Prachtige tweede deel van de Suripop medley. Sluitend af met Tide Ete. Dankjewel, guys. Dames en heren, u bent hier in Torarica in de ballroom. Maar heel Suriname kijkt en heel de wereld kijkt. Want wat er nu gebeurt hier op dit moment op dit podium is wereldwijd te zien op www.atv.sr. En ik kan u verzekeren, ook de mensen over zee genieten nu van de introductie van Suripop 20. Maar televisie betekent ook sponsoring. En daarom hebben wij nu voor de televisie een sponsorbreak. Graag tot zo. Hey, hey. Aha. Suripop. Mee van de superleuke Telesuur prepaid voordelen. Zoveel bonus als je wilt met e-top-op. Gratis 100 sms'jes na de eerste 5. Sms bel naar 4006 en bel gratis na 10 uur 's avonds. Gratis bellen na de eerste 3 minuten. Telesuur, keeping us in touch.
meer bonus. Schat, meer bonus? Geweldig. Alles voor jou, schat. Ja, meer bonus met eTopop. A Nintendo Switch. Games, 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 games. Huawei Pay 10. Bel me, app me, snap me, chat me. Ultimate Earbox. Muziek, 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 muziek. Zoveel leuks als je upgradeert vanaf 30 SID. Naar 3D activeert via 4040 of het wordt blauw sms naar 3535. Deze actie is geldig van 1 juni tot en met 30 augustus. Bezoek de website voor meer informatie. Yeah. Ga voor blauw, we belonen jou. Telesuur. Keeping us in touch. Wat waren mijn telefoonkosten 4 maanden geleden? Wat zijn mijn openstaande rekeningen? Naar welke nummers heb ik gebeld of ge-sms'd? Met Mijn Telesuur kun je makkelijk en snel jouw rekening opvragen van de door Telesuur geleverde diensten. Dit kan elke dag 1x24 uur. Aanmelden simpelweg met jouw e-mailadres. Wanneer je bent aangemeld, kan je jouw openstaande saldo zien. Wil je jouw factuur of een specificatie van de gevoerde gesprekken zien? Dan meld je je persoonlijk aan bij een van de Telesuur-filialen. Jouw belgedrag kun je makkelijk zelf goed in de gaten houden met Mijn Telesuur. www.telesuur.sr. Hey, hey, aha, Suripa. Dat was de reclameblok. U begrijpt, zo'n programma moet gesponsord worden. Kosten, live uitzending, et cetera, et cetera. En wij zijn terug bij de introductie van de finalisten van Suripop 20. We zijn al bij nummer 7 op de lijst. En deze is wel een heel bekende, dacht ik zo. Ryan Rozenblad. Ook die heeft geschreven voor Suripop. Zijn compositie heeft al titels meegekregen. Climax wordt uitgevoerd door Patrice Talib en de arrangeur is Asghar Koster. Het is een, laat me direct zeggen, gewaagde clip geworden. Het is ook een gewaagde song. U hoort de titel al, Climax. Dus laat mij direct vertellen dat de videoproductie is van Forward Motion. Dames en heren, geniet u van Climax van componist Ryan Rozenblad. Waiting a while for this encounter. Our first time, but it feels so damn familiar. In my mind, we've been here before. Time and time again, I've walked through that door leading to your dreamland. My knees tremble as you draw near. Never before have I felt what now I feel. I look into my eyes and surely you will see a foretaste of what I surely know. Only we could be if you take my hand. Cause I'm ready, ready to be with you. I'm ready to be in it with you. Reach that climax, reach that climax. You and me together as one. Reach that climax, reach that climax.
forest, please. Let's make our way through all your trees. Lead me to your untouched ecstasy. Yes, I wanna go there where the birds and bees, flowers and the streams together tell tales about your endless beauty. Guide me towards your light, my queen, moving my soul to your beat. Ja man, ik had nooit gedacht dat het zo ver zou komen. Today is the day. Ready or not? Yes man, be ready. Climax, de compositie van Ryan Rosenblatt. En Ryan Rosenblatt kennen wij van de omroep. Hoe lang zit je al in de omroep, Ryan? Nu bijkans 18 jaar. Is de eerste keer eigenlijk dat iemand uit de mediawereld... Nee, ik jok. Er is nog een andere, hij komt straks ook hier. Een van de weinigen die ook musiceert en ook componeert. Had je al lang dat willen doen? Schrijven doe ik al een hele tijd. Maar geen volledige songs. Meer dichten. Het gaat terug naar mijn schoolperiode. Maar daar heb ik niet echt iets mee gedaan tot vorig jaar ik echt muziek begon te schrijven. Ging je gedichten altijd over liefde? Niet altijd. Niet altijd. Vaak genoeg wel. Ben je een man waarvan ik kan zeggen, ah, he's a loverboy? Loverboy niet, maar wel een romanticus. Vandaar Climax. Ja, onder andere. De titel, begin de titel te verklaren. Want toen ik, om eerlijk te zijn, een Climax verwachtte, toen zag ik een saxofonist spelen. Een saxofoon. Heb je geknipt erin? Maar vertel eerst over de titel en dan ga je door met hetgeen ik naar voren heb gebracht. Ja, wanneer men de Climax hoort, vanwege de manier waarop we denken, of we zijn ingesteld, denken we gelijk aan seksuele extase. Maar je kan op verschillende manieren een climax bereiken. Seksuele extase is één van de onderdelen van, één van de manieren. Een andere manier is bijvoorbeeld iemand ontmoeten waarvan je zegt, hey, dit is de persoon, dit is mijn wederhelft, dit is de persoon waarmee ik mijn leven wil delen. Met deze persoon wil ik alle onderdelen van het leven meemaken.
alle hoogtes bereiken met deze persoon. Maar dat is niet gebeurd, want de vrouw was plotseling verdwenen uit dat bed. Ja, inderdaad, ze verdwijnt vaker. Want ze bestaat in zijn hoofd, wil hij, is een climax voor hem. Iemand hebben waarmee hij, waar hij naar thuis komt, iemand die hem verwelkomt. Iemand die voor hem kookt, waar hij voor kan zorgen, waarvoor ze samen naar de tv kunnen kijken. Maar ook op dat bed hogere hoogtes kunnen bereiken. En in zijn verstand, in zijn mind, is dat zijn toekomstige vrouw. De vrouw waarmee hij nu gaat trouwen, want na trouwen volgt samenwonen en al het andere. Je bent een mediaman. Er zijn 12 finale composities. Gaat jouw compositie de meeste aandacht van jou krijgen in de media? Of ga je echt alles gelijkelijk behandelen? Nou, om eerlijk te zijn, ik ben niet zo vaak op de radio. Ik heb helaas maar tijd voor een paar uurtjes op de zondagavond. Maar het zou oneerlijk van me zijn als ik niet alle songs die passen in dat concept een gelijke kans zou geven. Oké, toch nog een allerlaatste, omdat je een radioman bent. Ik ben ook radioman, toch? Je hebt verstand van muziek. Je hebt de touch van als je een plaat krijgt, een liedje krijgt van hey, dit is minder, maar dit liedje gaat een geweldige hit worden. Dus je hebt die feeling om dat te bepalen, toch? Wat zeg je van je eigen compositie? You never toot your own horn, toch? Dus ja, je kunt als persoon, als radiokenner, als een muzikant denken dat je hebt bereikt wat je wilt bereiken met dat lied. Maar zolang het niet wordt ontvangen bij de mensen, heb je niets. Dus ik laat het over aan de mensen om te bepalen hoe ze het ontvangen. En als hij het ontvangt en het wordt een hit, dan ben ik blij. Ryan Rozenblad, ik hoop dat je op 4 augustus jouw climax bereikt. Ik hoop het ook. Alsjeblieft. Thank you. En dan is het de hoogste tijd voor compositie nummer 8. En die is een Suripop-veteraan, als ik hem zo mag noemen. En dat bedoel ik op een goede manier. Sergio Emanuelson. Deze keer is hij erbij met Attie Brong. Zang is van Nathalie Mossel. Het arrangement komt van Mark Cornaat en John Clay Suarez. De videoproductie is van Rick Pictures en DB Productions. Sergio Emanuelson, die schrijft voor de Golden Edition Suripop 20, Attie Brong. Yeo po koranti Ye FIFA grontapu E bar krevu somen ogri Duru ting e wati Na yu mo fodoro Trobi laina oso Yu no man te ke moro Ye naksani panya Vocês confundem.
sensi. Fenin you want tampe. If you want tangi na leti, bigi gado fa no gue. Son bigi sma proveri. Fu potinu tonton. Wan prespari boskopu. Tak bom ching no emek fu ati bro. Sergio Emanuelson, Ati Brom. Het is de zoveelste keer dat Sergio Emanuelson op dit podium van zo'n avond is. Als het nog een gale avond is of vandaag. En toch heeft hij zenuwen, hè? Hij zei het vanuit tegen mij dat hij toch een beetje zenuwachtig is. Ja, ja toch? Ja, waarom ja, eigenlijk? Wat zeg? Waarom eigenlijk? Ik heb je Surinam-veteraan genoemd. Je mag niet hier komen met zenuwen. Nee, want ik ben nummer 8 en vanaf 1 tot 7 gaat over liefde en ik ga over Ati Brom. Ja. Heel omgekeerd. Ander soort vuur. Ja. Ja. Maar dat is juist het mooie ervan eigenlijk. Het is een, ik vind het een very powerful song. Het gaat eigenlijk ook, we hebben het ook gehad eerder over pesten. Dat is ook een heel erg actueel onderwerp. Maar dit ook. Want als we elke dag de kranten openslaan, dan zie je maar die berichten links en rechts. Alsof het heel normaal is dat dit gebeurt. Dat klopt. En het gebeurt ook echt. Ja, en in ja. je clip, vind ik persoonlijk ook, heb je het heel beeldend gemaakt. Waardoor je echt ziet van dit is de realiteit. Dit is wat er gebeurt achter een krantenbericht. Ja. Wat is de reden waarom je voor dit verhaal hebt gekozen? Dit lied heb ik altijd, dus eigenlijk de melodie had ik al een tijdje. Maar ik wilde eigenlijk het huiselijk geweld naar voren brengen. Dus eigenlijk een maatschappelijk lied schrijven, dat wilde ik al een tijdje. Ik was begonnen met schrijven, maar op een gegeven moment hoorde ik een interview van u, waar u zegt van de 20e editie wilt u feestelijk hebben. Dus op een gegeven moment heb ik het maar aan de kant gezet. En ik begon dan een feestelijk lied te schrijven. Maar... Is niet gelukt. Nee, is niet gelukt. Is niet gelukt. Dus op een gegeven moment zeg ik van, ik zal maar dit keer niet meedoen hoor. En een of een andere dag zei mevrouw me van, heb je niet gehoord? Op de radio is bekendgemaakt dat de laatste dag verschoven is met 4 dagen. Dat dacht ik, dat heb ik niet gehoord. En toevallig die dag ontmoette ik ook een zanger. Ik zei van, misschien kan jij dat lied voor me zingen. Toch? Die ik zou schrijven. Dus ik had alles al aan de kant gezet, maar ik moest nog de woorden op papier zetten. Dus op een gegeven moment zei ik van, oké, dan ben ik weer begonnen met dat feestelijk lied, maar die woorden kwamen helemaal niet. Dus op een gegeven moment zei ik van, weet je, ik ga die andere weer schrijven. Die Ati Brom. Het leek alsof iets achter me zat. Van, dit moet je schrijven, dit moet je schrijven. En precies zo moet je het schrijven. Dus op een gegeven moment zei ik van, sorry. Ik zet het maar aan de kant. Geen feestelijk lied, maar gewoon Ati Brom. Dus ben ik begonnen met Ati Brom. En zo, op het moment dat ik dat had gedaan, dus de beslissing heb genomen dat ik Ati Brom zou schrijven, kwamen de woorden, vloeide woorden over me. En het was echt, we gaan het zo schrijven, of dit gaat mooier zijn, enzovoort. Dus het was een heel traject. Als ja, de boodschap is luister niet naar dit. Ja, ik heb het door. Laat mijn kinderen niet horen, alsjeblieft. Nee, maar dit is het geworden. Je bent tevreden met het eindresultaat na je hele traject, want je kende Suripop-trajecten ongeveer toch een wel, beetje toch. Op je duimpje. Het is toch elke keer weer anders. Ja. Als je de andere trajecten van eerdere keren hebben meegedaan, vergeleken met deze keer, wat is jouw ervaring? Voel je toch wel dat het een beetje routine aan het worden is bij jou? Nee, deze was wel een beetje stressend. Ja? Ja, want op een gegeven moment, ik ben iemand die kritisch bent. En
Het was ook een moment waar ik echt naar een powerful zanger of zangeres zocht. En op een gegeven moment heb ik zoveel gevraagd. Allemaal waren een beetje lieflijk. En op een gegeven moment zei ik Ernesto van, hey, ik geef op, zoek jij iemand voor me? En ze zijn gekomen op deze zangeres. Maar toen ik hoorde van Natalie Mossel en ik weet dat ze in het buitenland woonde, begon ik te zeggen, hey, ik heb hier geld om de naald te laten halen hoor. Dus op een gegeven moment zei ik van, zei Ernesto, no, spanning is aan dat, no spanning is aan. Dus gaf hij me de nummer en dan heb ik contact met haar gemaakt. Gelukkig en, hier. Ja, en ze is vaker in Suriname, dus ja. Voor haar was het geen probleem. Okay. En, ja, dus, wel tevreden met het resultaat. Ja, en ik wil ook bedankt aan iedereen die mee heeft gewerkt. Ik denk de cameraploeg, de acteurs die het ja, want geweldig je hebben hebt gedaan. Je hebt een shot in die clip die in het mortuarium is, hè? Ik kan zeggen, van lijkenhuis. Lijkenhuis. Maar eigenlijk zou die clip anders zijn. Ja, oké. Okay, maar dat zou nog, maar dat behief, vanwege mij, persoonlijke dingen kan ja, ik... Ja, volgens mij best wel wat zijn. Voeten in de aarde om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Goed, het is de Golden Edition, Suripop 20. Wat zijn jouw verwachtingen? Want je bent al een Suripop trofeehouder. Voor jou is het natuurlijk belangrijk om te zeggen van, oh, hey, die gouden trofee, dat zou natuurlijk prachtig staan naast die andere. Ja, watertanden kijkt er naar. Je hebt tot 4 augustus de tijd om ernaar te kijken. Heel erg veel succes in dit traject, Sergio Emanuelson. Ook voor jou de Suripop CD met jouw nummer Attie Brong erop. Heel erg veel succes tot 4 augustus. Dankjewel. Dankjewel. Dat was Sergio Emanuelson. Zijn nummer Attie Brong, gezongen door Natalie Mossel. De arrangeurs Mark Cornaat en John Clay Suarez. En de videoproductie kwam van Rick Pictures en DB Productions. Suripop, een heel traject, zoals je dat hoorde net van Sergio Emanuelson. We zijn echt waar anderhalf jaar bezig met het voorbereiden van wat u vandaag hier hoort op dit podium. Eerst de inschrijving van al die componisten. We hadden er, ik dacht, 68 inzendingen. En daarvoor moesten 12 geselecteerd worden voor deze avond. Toen moesten de liedjes worden gearrangeerd. Toen naar de studio. De mastertape moest naar Nederland. Eindproductie, de videoclips moesten worden gemaakt. U merkt het, een erg lang traject. Maar het resultaat ligt er niet om. Fantastisch. Ik denk dat dit een Suripop wordt van het allerhoogste niveau aller tijden. En dat ervaart u vanavond ook bij de introductie met al die geweldige liedjes. Nou, ze noemden hem een Stomfutu van Suripop. De volgende heeft volgens mij geen enkele Suripop gemist. Echt waar. Dames en heren, wij introduceren de compositie van Harold Gessel, Mi Go-To. Ja, en Harold is echt voor het beste gegaan deze keer, want niemand minder dan de Suripopkoning Paul Amerali zingt zijn liedje. En niemand minder dan de musical director Ernesto van Dal heeft het nummer gearrangeerd. Dames en heren. De productie, de videoproductie die u nu zult zien, is van Martin Carrio Semito. Geniet u maar van dit geweldige nummer van Harold Gessel, Mi Go-To. So min lazy, mi ati, ben broko. Tapapasi, fu sukuyu. Mi holding, naspotu, something, mi ben lay. Lobby, ben deo ampre. Manogado te kenten, fume ka uma fumidren. Mano taigi mi fa fukoriu. Mi dry eri wiki, no sap sam mi musdu. Mano mi
yabe wortu giyu dite mego archi mi ati ai taigi mi fuhori u krosbe motek ni te Caiu na migo tu Bifo aso sa opo tamara Lechamo knapu me globi fenime Grantani munchenchi fai brinchi you moi ai Noite cambai In you braça mi wande Mi moi uma e o nome Mec mi sori you fa Mi love you Mi drai drai Tum si langa No sap faf por you Ma no Visna mi vortu Gessel. Ja. Je naam is onlosmakelijk verbonden aan Suripop. Serieus. Hoe vaak heb je al meegedaan? Zo. Ik kan het niet bijhouden. Een paar keer. Een paar keer? Misschien vijf. Maar? Of zes. Maar? Nou, in ieder geval vanaf 88. Oké. Okay. Grootste successen van jou bij Suripop tot nu toe? Nou, drie keer de tweede plaats. Drie keer tweede? Ja, het gaat een beetje frustreren namelijk. Maar je hebt nu de ervaring. Je bent drie keer tweede geworden. En je hebt geleerd wat je moet doen om nu eerste te worden. Heb je daarom gekozen voor Paul Emerali en Ernesto van Dal? Nee, ik zal je vertellen. De vorige Suripop, reeds op die avond werd bekend dat deze editie de gouden zou worden. Dan dacht ik, misschien moest ik die vorige niet winnen, misschien moet ik die gouden winnen. En ik bedoel, dus vandaar. En ik dacht, Migoto, diezelfde avond kwam ik ook al met de titel, 2 jaar terug. En naderhand dacht ik van, wie kan het beter vertolken dan Paul? We hebben tijdens Suripop vaak lieve woorden gehoord, you nami song, you nami lobby wang, you asturu nami say. Jij komt met iets nieuws, Migoto.
Is dat gangbaar? Mi go-to? Mi go-to? Mi go-to? Kijk daar. Oh, wacht even. Het is de gouden editie. Dus ik moest iets bedenken. En ik heb, als je goed hebt geluisterd, is er ook een ode aan Suripop in het lied. Vertel. De winnende titels zijn ook erin. Verwerkt. Ja, ja. Je luistert niet goed, Henk. Nee, ik wil dat je accentueert de inhoud van jouw lied. Begrijp je? En de mensen gaan er nu extra naar luisteren. Maar ik dacht, mi go-to schatje, maar jij vertaalt het nu anders. Jij zegt, dat na mi go-to atrofeet, kom bij mij. Dan kijk, die dame in die clip, voor de persoon die haar zocht, is zij ook zijn go-to. En Suripop is op dit moment, dat is mijn go-to. Ik weet wat ik bedoel. Maar ik kan toch niet zeggen van, ik wil het niet. Ik kan niet zeggen, ik wil het niet. Als het bij mij wil komen, dan mag het komen. Heel eerlijk, hè. Je hebt dus nu duidelijk alles op alles gezet om dit te winnen. Maar er zijn ook 11 anderen. Ook jij bent een radioman. Hè? Harold, je werkt bij Apinti. Elke dag 6 uur draai je muziek. Krijgt jouw liedje voorkeur? Natuurlijk niet. Ik heb dat nooit gedaan. Al die jaren heb ik ze alle 12 gedraaid. Van voor naar achter, van achter naar voor. Nee, geen voorkeur. Heb jij het verhaal geschreven van die clip? Ja, heb je daar problemen mee? Ja, ik heb er problemen mee, Harold. Want... Vertel. Jij gaat me nu interviewen, hè? Oké, ik vertel. Is dat ding wel realistisch wat ik heb gezien? Een man sluipt onder een raam, gaat bloemen zetten, envelop onder de deur. Gebeuren die dingen nog in 2018? Ja, nou. Het is tegenwoordig alleen maar roof. Is dat niet toch? Suriname heeft liefde nodig. Zo met dat toch? Weet je hoe blij een vrouw zou zijn als ze onder de deur zo'n envelop kreeg? Het gebeurt niet meer. Tegenwoordig is het gewoon van, hé, kom weer. Zo weer dan, voor elkaar. Met andere woorden, dit is een leerles, een liefdesles. Zo moet je het doen, heren. Ja, en die go-to komt erbij als bonus. Maar wacht even, je zei dat ik niet heb geluisterd naar dat liedje. Ik heb goed geluisterd, ik heb goed gekeken. Want die heer aan het begin had een dikke gouden ketting, 2 vrouwen, maar ze zijn niet gevallen voor Migoto. Als je goed hebt gekeken, was een van die vrouwen Bernadette van Bivit. Ze gaat niet zomaar vallen, toch? Harold, ga je nu echt voor nummer 1? Ik ga voor het beste, want er zijn 12 anderen. Ik wens ze allemaal ook heel veel succes toe. Zoals elk jaar. Alsjeblieft, de Suripop 20 CD. Dank en succes. Dank je. Harold Gessel met Mi Go To. Dankjewel, Harold. En nu is het de hoogste tijd om het derde deel van de Suripop medley aan te kondigen. De Suripop Band en DJ Cat. Dames en heren, mag ik uw aandacht voor het derde deel van de Suripop medley. De nummers van toen tot en met Suripop 19. Thank you.
Broke on me, I think, give me pardon.
Dames en heren, maak een hartelijk applaus voor de Suripopband DJ Cat. Ze hebben een maand lang keihard gewerkt aan deze medley. En ik moet zeggen, het resultaat is, als je het mij vraagt, fantastisch. Nog een applaus voor ze, alstublieft. Alle Suripop nummer 1's, een beetje een heel ander jasje gestoken, ander arrangement. En ze tijdloos gemaakt. Het is gewoon een perfect product. Dankjewel. Heel erg trots. Dankjewel. Goed, het is nu de hoogste tijd om componist nummer 10 aan te kondigen. En mag ik uitnodigen, Orniel Malone. Orniel schrijft Pacenti voor Suripop 20. De zang is afkomstig van Ivanka. De arrangeur is Ivan Ritveld. De videoproductie is van Vernon Fredison van Horizon Media Works. Orniel Malone, ook geen onbekende op het Suripop podium. Met zijn nummer Pacenti. Trouwste in misref van mij kan demi wan, van mij kan demi wan. Let wan kan rafo kribi denk ik in miskik waran. Som en wiki om en dey, om en lafo son ten krey. Alla day me look at they firi su legi in sei son dei me angri fuiere uste in imitre. She for me at the cray, me won't give you more. Give you me love straight. On me, Steffi, omeneti, praxeri, uwa, father's told to for she, you, Steffi. La prisiri abenthei, you make me verstaan, you promise me ti de, fai kalib mi wa wang, so de me angri, fuiere juste. Yeah.
Ornel Malone, ook geen onbekende, hè? Zo voor een keer. Heeft het feit dat we over de gouden editie van Suripop praten een extra stimulans betekend voor jou om mee te doen deze keer? Ja, sowieso heeft dat me gestimuleerd. Ik dacht hiermee een bijdrage te leveren. Ja. En ja, het is jubileumeditie. En als een van de winnaars dacht ik bij te dragen aan het repertoire van Suripop. Oké, heel mooi. Jouw nummer Patiëntie. Het heeft meerdere verhaallijnen erin. Als je naar de eerste scène kijkt, dan lijkt het erop alsof het meisje door moeder of haar vader mist. Ja. Door moeder. En in de tweede lijn, als ze wat ouder is, althans zo heb ik het geïnterpreteerd, zie je dat ze dus inderdaad haar vriendje afscheid van moet nemen omdat hij vertrekt. Ja, klopt. En op een gegeven moment is ze dan volwassen. En dan komt ze hem weer tegen, alhoewel dat is suggestief aan het eind. Maar het nummer gaat om patiëntie. Als je eigenlijk kijkt naar de clip, dan zou je denken dat het gaat om verdriet en verlies. Hoe rijm je dat met patiëntie? In de eerste plaats is het lied geïnspireerd door het leven van de vrouw van mijn goede vriend, beste vriend. Maar naarmate ik schreef, bekeek ik het in een breder oogpunt. Algemene punt. We worden allemaal in het leven geconfronteerd met tegenslagen, verdriet, leegtes. En ja, soms door al die beproevingen zien we de weg niet meer. Maar als we een beetje geduld hebben en hoop, dan zien we toch wel dat het aan het einde altijd wel goed komt. Er is altijd wel iemand die je eruit trekt of eruit helpt, uit het probleem helpt. Dus dit lied is dan ter stimulans. Ja. Geduld. Geduld. Ja. Dat moet je hebben om het uiteindelijk goed te laten komen. Zeker wel. Ja. Maar het verdriet van het jonge meisje, dat is natuurlijk wel hartverscheurend. Hè? Ja, en ze zeggen ook wel, hey, verdriet, verlies van een moeder of een vader, daar kom je eigenlijk nooit ja, dus, overheen. Ja, dus vanaf kleins af krijgen ze de tegenslagen. Eerst de moeder, die komt te ontvallen. Mm-hmm. Dan ontmoet ze de vriend, waarbij ze even gelukkig is, maar die gaat ook uit de leven vanwege, ik ga zeggen, studie. Ja. Moet die weg. En ja, ze ziet het dan niet meer zitten en ja, is hopeloos, maar ze wordt toch wel ondersteund door haar geloof. Kijk, jij bent haar geloof, dat zeg je, dus dat is ook dat speelt wel een belangrijke rol. Je moet geloven dat het goed komt. Ja. Okay. Anders blijf je maar. Dus niet per se geloof in religievorm, maar geloven in het leven. Ja, oké. Okay. Ja. Jij bent zelf ook componist, je schrijft muziek, je produceert zelf. Wanneer je zo'n Suripop nummer, als je meedoet aan Suripop, geef je toch wel best veel uit handen. Je neemt de arrangeur, of alhoewel je wordt gekoppeld aan een arrangeur die je moet helpen om het nummer te ontwikkelen naar waar het moet zijn. Je hebt een musical director die meedoet. Je zingt niet zelf meer. Je hebt eigenlijk, je bent natuurlijk ook wel de regisseur ervan, maar er zijn toch veel aspecten van het traject waar er ook andere mensen bij komen. Ja. Heb je daarbij het gevoel dat je toch wel liever de touwtjes in eigen hand zou willen hebben gehouden? Nee, helemaal niet. Nee? Integendeel laat ik de mensen vrij om hun talent op die manier te kunnen exposen. Ja. Ik geef af en toe wel wat pointers, maar ik begin altijd vroeg, zodat de mensen kunnen leven, zich kunnen terugvinden in het lied. Dus ik laat ze heel vrij in hun creativiteit en het product, ik ben er heel content mee. Ja. Je herkent toch wel van, hey, dit is Patiëntie. Het is goed vertolkt, precies zoals ik het had gewild. Helemaal. Ja. En wat zijn jouw verwachtingen voor 4 augustus? Want je kent de klappen van de zweep natuurlijk al. Je bent al een bezitter van zo'n trofee, dus. mijn verwachtingen, het zijn 12 sterke nummers. Ja? Ik ben heel verrast met de kwaliteit ook. Men heeft tijd erin gestapt. Zeker weten. Dus de competition is groot. Competition is groot. Ja, dat belooft wat. Wat een spannende maand. Succes, Anil. En ook voor jou, de Suripop CD, die we overhandigen. Succes. En 4 augustus, dan horen we de uitslag. Dank je wel. Dan zijn we al bij compositie nummer 11. En als we de titel horen, dan denken we aan een beetje cultuur, een beetje geschiedenis. Want Ferdinand Schet, die doet mee met de finale compositie Fakoto Nangayachi Dukong. Ja toch? Fakoto Nangayachi Dukong. We zijn echt benieuwd. En u gaat aandachtig luisteren. De arrangeur is Marvin Nijhoven. En het nummer wordt gepresenteerd door de zangeres Virginia Artist. Geniet u maar van deze compositie van Ferdinand Schet. Suripop.
stop na opera di musik so masra. Make it a missus ready for creary. A koto na ngayaki, put tapu na moist tea. Koto nanga yaki dukong. En dat hebben we duidelijk kunnen zien in de clip. Hè? De enige kaseko in Suripop 20. Niet te verwonderen, want de componist is een ras echte kaseko muzikant. Ferdinand Schet. Hij is 24 jaar lang de leider van Chon Chon, een geweldige kaseko groep. En hij is ook de oprichter van deze kasekogroep. Goedenavond, heer Schet. Ja. Bewust gekozen voor uw eigen stijl, kaseko? Ja, bewust, ja. Dat ligt u? Dat ligt u helemaal? Goed, ja. Helemaal, ja. Ja. Oké. Er is altijd verwarring, hè, meneer Schet. Is het kaseko? Is het bigipoku? Is het scratchy? Hoe moet ik dit nummer noemen? Nou, het is gewoon bigipoku. Huh? Kaseko is bigipoku ook, toch? Huh? Je moet ze samen smelten, kaseko, bigipoku. Maar geen scratchy. Scratchy hoort erbij ook, toch? Ja. Ja. Nee, omdat je net scratchy poku, een bigipoku. Ja, maar scratchy is er nog zo. Dus dit is een bigipoku. Ja. Oké, okay, dus de omroepers die straks dit nummer gaan draaien, gaan zeggen van een bigipoku voor Masara Schet. Ja. Ja. Chon Chon, ja. Hebben de jongens ook meegewerkt een beetje om dit tot stand te brengen? Nee, dit is een beetje los van Chon Chon. Dit heb ik apart gedaan. Maar iedereen komt met een love song, mi go to, mi lobby, climax. Maar u komt met een stukje geschiedenis, hè? Fakoto nanga yachi duko. Nou, laat ik een boodschap wel meegeven aan het volk, hoe het toen was. Je kan je nu voorstellen hoe verschrikkelijk het was. De ene volk heerst zich over die andere volk. Geen recht, geen wet. Weet je, dus men moet weten dat het niet zo lekker was voor die mensen toen. Ja. Ja, maar heeft hij me nog niet verteld van Ayachi Dukong en die Koto. Het was een moeilijke tijd voor die mensen, ja. Maar van Ayachi Dukong, van Koto Dukong. Ik heb het gezien, maar vertel het. Ja, doordat die vrouwen van toen, de Surinaamse vrouwen, gaan niet zeggen slavenvrouwen, de Surinaamse vrouwen van toen echt schaars gekleed waren, was het de bedoeling om Koto en Ayachi om hun een minder aantrekkelijk te maken. Huh? Maar het heeft afrechts gewerkt. Hoe heeft het gewerkt? De vrouw komt morgen mooi naar Akrozi.
Ja. Om die clip te maken heeft u speciale kotto's uitgezocht, want alle kotto op one ding, toch? U weet, ja. Nomer, Mina, Tafuru, Mina, u weet, alle kotto op one ding, ja, toch? Ja. Maar ik heb me niet zo verdiept daarin. Ik heb voor kotto's gekozen. Ja. Dus bewust gekozen om een stukje geschiedenis neer te zetten middels muziek. Ja. En wat wilt u hiermee bereiken? Dus met dit stukje geschiedenis dat u mee wil geven aan het Surinaams volk? Dat we vergeven, maar niet vergeten. Hoe het toen was. Ja. Maar dat brengt dat koto kom. Ja, toch? Ja, toch? Want we proberen nu naar koto. Maar die vraag zo werkt. want de vrouw komt morgen mooi aan, Kroosie. Mag ik u de CD aanbieden, Suripop 20. Ja, dank u wel. En u heeft de kasseko geschreven. Kadewa kasseko obino in Asabi. Het wordt hoogtijd. Het wordt hoogtijd. Dat begrijp ik, ja. Maar ja, we zijn maar zo'n 12 in die boxering. Dus je kan niet zeggen, ik wil me niet zo vooruitstreven als hoe heet dat ding weer? Pinda. Ja. Want in de tijd van Pinda dacht ik ook dat ik zou winnen. Maar het gaat niet zo. Ja, verres Pinda. Ik dacht dat ik zou winnen. Ja. Pinda. Fakoto Nangayaki Dukong, de compositie van Ferdinand Schet. En dan zijn we gekomen bij nummer 12, de laatste compositie die wij aan u presenteren vandaag op deze CD-launch van de Golden Edition van Suripop. De heer Steven Silent, die schrijft Van Sweet Fury. Zang is door Humphrey Cowlen. De arrangeur is Rolinzo Huur. En de videoproductie is van Ferrano Dulder en Steven De Bees. Van Sweet Fury van Steven Silent. Suripop! Mi bewa kau ampasi, tim no ben sabi, mi mit na nga so mensani, sam no bewa ni, di mi waka moro fara, mi ai konshi, wa moi fai alobi, bewa timi. I've been there one sweet sunny, one sweet fairy. Don't be kissing me at the I've been there one sweet sunny, one sweet fairy. Don't be kissing me, leave me. I've been there one sweet sunny, one sweet fairy. Don't be kissing me at the I've been there one sweet sunny, one sweet fairy. Mi bigin lusa lasani, sabe hori mi na baka, ina libi disi, amos kopu dis me gifu, a sweet fairy, tak mi moi fai a lobi, mi kenki mi libi. I been there one sweet sunny, one sweet fairy, no mi kissi mi a. Mi feni walobi, samina wafulasi, alobi chawan chenchiko. Me leave me.
Was Sweet Fury van de heer Steven Silent. Welkom ook op dit Suripop podium. U heeft ervoor gekozen om ook een Suripop topper, een crack, iemand die veel ervaring heeft op het Suripop podium, uw nummer te laten vertolken, Humphrey Cowlen. Hoe vindt u dat hij dat gedaan heeft? Hij heeft het uitstekend gedaan. Ja, het is de eerste keer dat u meedoet aan Suripop. Jawel. Ja. Als ik naar die clip kijk, hoe zou u uw eigen nummer bestempelen? Zou u het een gospel willen noemen? Ja, eigenlijk een inspiratiesong. Ja? We leven in een moeilijke tijd nu, waarbij je ziet dat het verschrikkelijk verkeerd gaat in relaties. Het is eigenlijk ook een deel van zo'n beetje mijn levenservaring. Ja? Dus het is eigenlijk gebaseerd op uw eigen ervaring? Ja, deels. Deels, okay. Ja. Ja, ik was echt een agressieve man en uiteindelijk wilde ik veranderen en ik moest keuze maken. En dat heb ik gedaan om echt de pad van God te kiezen. En zo is het gegaan. Ja, ja, ik vind het wel bijzonder dat u dat, dat u dat zo vertelt. Ja. Dat u zelf ook inderdaad echt de agressieve man noemt. Omdat dat was het. Het is een grote man om dat te kunnen erkennen en dat u dat heeft veranderd in uw leven. Toen ik naar die clip de eerste keer keek, had ik het gevoel dat de Sweet Fury kwam door de liefde van zijn dochter en het gezin en daar thuis zijn. En dat eigenlijk dat zijn plekje was. Omdat eigenlijk hij een beetje zijn rug had gekeerd naar zijn gezin toe. En pas toen hij weer bij hun aanklopte, kwam er een Sweet Fury over hem heen. Dat is eigenlijk het gevoel dat ik kreeg. Ik had in het begin had ik nog niet in de gaten dat het inderdaad om een bezinningsvolle boodschap ging. Het is werkelijk zo. Eigenlijk wil ik het anders doen. Omdat ik door de liefde van God, dat is eigenlijk het punt. Ja? Door de liefde van God, dat veranderingen brengt in het leven. En de liefde van God kan je eigenlijk niet vergelijken met de liefde van de mens. En dat heeft me echt veranderd. Na mijn bekeringsperiode heeft dat me echt veranderd. Dat ik een ander persoon ben gaan worden. Ja. En dan, dat ik meer tijd ben gaan besteden aan mijn gezin. Dus, en ze hebben het gemerkt dat het heeft gewerkt. Andere man hebben ze teruggekregen ervoor in plaats. Voor u is het de eerste keer dat u meedoet aan Suripop. Hoe heeft u het traject ervaren? Als je zo daar buiten staat, je ziet Suripop komen, gaan, winnaars, mooie show, prachtige mensen, mooie nummers, die blijven. En er op een gegeven moment besluit om zelf mee te doen. Maar hoe heeft u het traject ervaren? Was het wat u ervan had verwacht? Het was echt een nieuwe ervaring geweest. En ook mijn droom. Ik heb het Suripop jaren gevallen en het altijd in de droom van geweest om mee te doen. En het is uiteindelijk gelukt. Het was echt stressvol, maar door professionele begeleiding van Ernesto en zijn crew gelukt. En het is een heel mooi nummer geworden. Heel mooi nummer geworden. Ook voor u heel erg veel succes toegewenst in het traject naar 4 augustus toe. Want nu wordt het pas spannend, hè? Ja. Dit is uw cd. Alsjeblieft, gefeliciteerd. U staat in ieder geval erop als een van de 12 componisten. Prachtig. Ja. En dan vanaf morgen, ik zal het geen strijd noemen, maar hoe het ook eruit of keert, toch wel het nummer zoveel mogelijk onder aandacht proberen te brengen van zo groot mogelijk publiek in Suriname, zodat ze allemaal voor u kunnen kraken in Nis op 4 augustus. Ja. Geniet van het traject. Ja, bedankt. En dan zien we elkaar over een maand zeker weer terug. Ja. Dank u wel, meneer Steven Silent. En dat waren de 12 composities, finale composities van Suripop 20. En heeft u genoten, dames en heren?
This is only the beginning, hè? Want nu pas gaat het echt beginnen. En één leuk ding om ook op te merken is dat vanavond voor het eerst de 12 componisten ook alle andere nummers horen. In het hele traject zien ze elkaar, ja, ze weten wie ze zijn, we zijn een paar meetings bij elkaar, maar ze weten niet wat voor nummer er wordt gecreëerd aan de andere kant. Ze hebben hun eigen traject en pas vandaag zien ze dus de clips en de andere nummers. Dus voor hun is eigenlijk deze avond net zo'n openbaring als voor u. En dat maakt het best spannend, want nu gaat het eigenlijk beginnen. Dames en heren, en alles draait hier omheen. Suripop Trofee, gold coated. En dit is ons award moment. Deze award is speciaal ontworpen en vervaardigd door een ras-echte Suripop vriend. Anders kan ik hem niet noemen. Mag ik een hartelijk applaus voor de heer Maurino Panza, de CEO van de Panza Group of Companies. Dames en heren, en we hebben een speciale gast vandaag. Zondag jongsleden, gekroond tot Miss Tropical Beauty, Sri Devi Marto Mamat. En zij begeleidt nu de heer Panza naar het podium. En dat doet hij onder begeleiding van de heer Sergio Akimoto, omdat Grasalco namelijk ook de co-sponsor is van deze trofee. En ik mag u ook vertellen dat het niet het idee geweest is van het bestuur om deze editie, de Golden Edition, te maken. Het is door toedoen van meneer Panza dat dat gebeurd is. Want hij heeft gezegd, ik ga een gouden trofee maken voor deze editie, omdat het een jubileumeditie is. En toen kwam hij hiermee. En toen hadden wij geen keus dan deze editie de Golden Edition te noemen. Dus, ik wil meneer Panza bedanken en hij is ook helemaal in stijl gekleed. Ik hoop dat u het ook goed kunt zien. Letterlijk van top tot teen in goud gehuld. En we gaan meneer Panza de gelegenheid geven om het traject van de totstandkoming van deze trofee samen met zijn partner, de heer Akimoto van Grasalco, aan u te vertellen. Want dat verhaal, dat verdient bijzondere aandacht. Mag ik u uitnodigen voorin te staan, heer Panza en de heer Akimoto? Goedenavond, Suriname. Het is een heel bijzonder moment. Mag ik een applausje voor de organisatie? Ja. Dit kwam tot stand in samenwerking met onze partner Grasalco. Het is namelijk zo dat we dagelijks, of althans in onze operation, samenwerken. En dus toen het idee kwam van een Golden Edition, hebben we Grasalco gelijk gevraagd om ons daarin te partneren voor wat betreft materiaal, et cetera, et cetera. Dit is Suriname. En Suripop brengt ons allemaal, wij als Surinamers, terug. En het laat ons beseffen dat we samen sterren kunnen zijn. Dat we samen grote dingen kunnen doen. En dat is wat dit voor mij betekent. Het is ook liefde voor ons land, maar ook voor wat we doen. En ik wil van hieruit mijn team bedanken. Technisch team, mijn engineering team, mijn directie, de heer Boerne, mijn familie. En natuurlijk Suripop familie, Suriname. Ik ga niet alles zeggen, want mijn partner is ook hier, Grasalco. Ze hebben ook een hele grote bijdrage geleverd bij het vervaardigen. Ik moet ook aangeven dat dit bijzonder is, omdat Cheese Jewelry gewerkt heeft aan het vergullingsproces. And we are talking about 24 carats. Okay? Dus dit is gewoon een kunstwerk dat internationaal hoog staat aangeschreven. Sergio, Thiago. Geweldig. Ook goedenavond van mijn kant. Ik vind het een bijzonderheid om vandaag hier te staan. Om een bijdrage te leveren aan dit geweldig initiatief. Al 20 jaar. 40 jaar. 40 jaar. Ik denk, laat me zeggen, ik weet dat Suripop een geweldig platform is. Wel goed is voor talentvolle
arrangeurs, componisten, zangers, muzikanten om zich te uiten. De wereld wordt beïnvloed door talentvolle mensen. Op welk gebied? Zij het religie, zij het zaken, zij het business, zij het sport, noem maar op. Het zijn de talentvolle mensen die de wereld beïnvloeden. En ik denk als we dat hier zelf kunnen koesteren, kunnen boosten naar grotere hoogte, dan denk ik dat het meer dan billig is dat wij als Surinaamse bedrijven ondersteuning hieraan geven. Het is geweldig, keep it up. En de mensen, de liederen die zijn gehoord zijn gebracht, de componisten, iedereen, succes. May the best one win. En ik heb me ook laten vallen op één van ze, maar ik zal dat niet kenbaar maken om niet te beïnvloeden. Succes en een fijne avond. Dank u wel. Harold, mi sap tak iwan ade you go to, ma non rena mi go to ete. Dus, me checkie. Ja, Harald heeft wat dat betreft goed bekeken volgens mij. Dank u wel meneer Panse en ook meneer Akimoto natuurlijk. Panse Machine Shop en ook Grasalco. Want deze trofee is echt uniek. Enig in zijn soort en we kunnen werkelijk zeggen, er is maar één van op de wereld. En over een maand staat hij in de huiskamer van een van deze prachtige componisten waarmee u vandaag kennis heeft gemaakt. Mag ik nog een applaus voor de heer Panza en natuurlijk ook zijn hele team. En ook de heer Akimboto met het team van Grasalco die dit resultaat hebben geleverd door samenwerking. Wat zijn we trots op deze twee personen die hier staan. Miss Tropical Beauty en Mr. Tropical Beauty. Komen jullie naar voren. Ja, want zij gaan straks Suriname ook vertegenwoordigen. En Suriname wordt weer op de kaart gezet. Want u weet, wanneer wij meedoen, doen we mee met het allerbeste. En daarom vraag ik nu aan Mr. Tropical Beauty om een ereronde te maken voor het Suripop publiek en voor Suriname. Suriname, kijk, Mr. Tropical, the stage is yours. Ja. En dat doet hij onder een daverend applaus. Hij gaat straks Suriname ook vertegenwoordigen in het buitenland. Mr. Tropical Beauty. En dan is het vervolgens de beurt aan Miss Tropical Beauty. Zondagavond gekroond. Het was de bedoeling dat we vandaag ook Miss Amsterdam op het podium zouden hebben. Maar ze is vertrokken naar Nederland vanmiddag. Jammer. Dankjewel. Mr. en Mr. Tropical Beauty. Give them a big hand. Dankjewel. Nou, en dan vraagt u zich natuurlijk af, wat hebben wij nog te melden aan u, nadat we de 12 componisten aan u hebben voorgesteld? Het is al aangekondigd dat er bij deze Golden Edition een verrassing komt. Ik wil u heel graag de achtergrond van die verrassing even uitleggen. Het gaat er namelijk om dat de Stichting ter Bevordering van Kunst en Cultuur een bijzondere missie heeft. We willen kunst en cultuur bevorderen. Elke keer weer, meneer Panza zei het al, meneer Akimoto zei het al, de vocalisten, het orkest, de zangers, arrangeurs, iedereen die aan het contest, aan het muziekfestival meewerkt, die maakt een bepaalde ontwikkeling door. Wij als stichting, die willen ervoor zorgen dat we jongeren motiveren en stimuleren om hun hoogste doel, hun hoogste top te bereiken. Er zijn enkele Surinamers die dat al hebben gedaan. Wat wij hebben gemeend is om enkele van deze Surinamers die hun succescarrière in de wereld al hebben voortgezet, naar Suriname te halen. Om de jongeren die hier bezig zijn met muziek te stimuleren en om ze te laten zien dat als je hard werkt aan je carrière, talent ontwikkelt en doorzet, geduld hebt, dat je ultiem succes wel kan behalen. En dat is het teken waar de showavond van 4 augustus in zal staan. In dat kader hebben wij enkele speciale gasten die wij naar Suriname halen. En ik laat aan Henk van Vliet, mijn medepresentator, de eer om dat aan u bekend te maken. Ja, de verrassing.
Want eigenlijk weet alleen de bestuursleden en de mensen die naar Suriname komen wat ze allemaal gaan doen op 4 augustus in de Anthony Nesty Sporthal. Zoals Odette vertelde, Surinamers die hun sporen hebben verdiend. Artiesten die een voorbeeld moeten zijn voor anderen. Artiesten die door hard werken de top hebben bereikt. En een van de artiesten die als gast gaat optreden, heeft nummer 1 gestaan in Nederland. Een voorbeeld voor al de artiesten in Suriname. On the show, that night, Damaru. Damaru. Nog meer. Op 4 augustus hebben wij als speciale gast, ik zou zeggen, internationaal de meest bekende Surinaamse zangeres. Ze treedt op in Rusland, in Israël, in Amerika. Heeft een platencontract Blue Note van een van de grootste platenmaatschappijen in de wereld. Als speciale gast bij Suripop 20, Denise Jenna. En we hebben ook gedacht aan de jeugd. Er is een artiest met Surinaamse roots die nu de dancehall wereld van Nederland uitmaakt en volkomen beheerst. Ook in Suriname is hij razend populair. En als de Suripop-liefhebbers niet uitkijken, wordt de zaal gevuld met alleen jongeren die deze man willen zien optreden. De gast bij Suripop 20, Keizer! En dan kijk meneer Pansen me aan. Keizer, luister nou, ik ben ook al boven de 40, zo maar naar jongboy dat hij. Dan ga ik een liedje van hem zingen, meneer Keizer. Omlaag, 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 omlaag. Razend populair in Nederland en ook in Suriname. Dus Keizer zal er zijn. Maar er komt nog meer. Want een man die Suriname goed vertegenwoordigt, ook internationaal, doordat hij ook Surinaams blijft zingen. Een echte popkoning waar we trots op zijn. Een man die ook de Nederlandse hitparade heeft veroverd. In Duitsland. Edgar Burgos Boegru. De Trafasiman. Trafasiman is er ook. Als speciale gast op 4 augustus. En dan denkt u dat we klaar zijn. We hebben het gezegd, Suripop 20 wordt de bom. Suripop 20 wordt onvergetelijk. En de vijfde man die te gast zal zijn tijdens ons jubileum, tijdens de Golden Edition, dames en heren, wij zullen verwelkomen Kenny B. Ja, we hadden wel verwacht dat u zo zou reageren. Ik hoop dat u even enthousiast reageert voor twee mensen of twee organisaties die dit mogelijk hebben gemaakt. En dat zijn de Nederlandse ambassade en de SLM. Maak een hartelijk applaus. We halen ze terug. De talentvolle Surinamers die succesvol zijn in Nederland. En daarmee proberen we echte Surinaamse muzikanten te stimuleren. Luister, als je talent hebt en je wilt doorzetten en je gaat ervoor, je komt de juiste mensen tegen, dan is dat het succesniveau dat je kan bereiken. Inderdaad, we horen de naam vallen, de Nederlandse ambassade. We hebben ze benaderd omdat wij Surinaamse artiesten een geweldige invloed hebben op de popmuziek in Nederland. Je hoort die Surinaamse teksten in die liedjes en het zijn de Surinaamse artiesten die daar nu een beetje de toon bepalen. En dat is de culturele samenwerking. En die artiesten komen nu ook voor ons optreden op 4 augustus. Dat belooft wat. De kaarten zijn te koop vanaf morgen, dus houdt u er rekening mee. Wees er snel bij, want het moment waarop dit inderdaad wereldnieuws is, dat is ongeveer 3 minuten geleden, zullen er ongetwijfeld een rush komen op de kaarten voor 4 augustus. Dus ik zou zeggen, vanaf morgen zijn de kaarten te koop. Vergeet u ook niet een cd mee te nemen als u eenmaal in de winkel staat, want dat moeten we natuurlijk ook ondersteunen. Dames en heren, Suripop is niet mogelijk zonder sponsoring. Want gelooft u ons, de opbrengst van die avond aan kaartverkoop dekt de kosten niet. Het is een enorm traject van 2 jaren en we willen dit behouden voor Suriname.
En daarom willen wij enkele sponsoren heel hartelijk danken vandaag. En die gaan we nu ook noemen. De eerste sponsor waarvoor ik echt een hartelijk applaus wil vragen, dat is Telesuur. Ook een van de Surinaamse vrienden die elke keer weer, zonder daarover na te denken, dit initiatief ondersteunt. We zijn erbij met hun, met de live-uitzendingen en van vanavond en ook de showavond. Dus Telesuur, absoluut een van de vrienden van Suripop, elk jaar weer om te ondersteunen. We hebben het al verteld. Een van de sponsors is Panza Group of Companies met als co-sponsor Grazalco. En het verhaal heeft u net gehoord door de man himself, de managing director. Ook het directoraat cultuur kunnen we elk jaar weer mee aankloppen. Zij zijn enorm trots op het product dat wij om het ene jaar aan de Surinaamse gemeenschap bieden. Hoe je het uit de verkeer, Suripop is cultureel erfgoed van ons allen. Het directoraat cultuur is ook een ondersteuner van Suripop. En dan, the place where we are now, Torarica. Ook Torarica danken wij voor de ondersteuning van dit geweldig project dat wij zullen leveren op 4 augustus. En in één adem ga ik dan door met Suriname Airways. Thank you so much. En dan moeten we nog 2 sponsors bedanken. En dat is namelijk I Am Gold. Die hebben we nu op de lijst dit jaar. En we hopen ze na deze editie ze tot ook een van de vaste vrienden van Suripop te mogen rekenen. En tot slot mogen wij ook rekenen op de ondersteuning van de Hakeringbank. Let wel, dames en heren. Het zijn allemaal Surinaamse bedrijven die Suripop ondersteunen. En dan wil ik nogmaals een hartelijk applaus vragen voor de Nederlandse ambassade, die ook hebben gepartnerd, omdat zij ook heil zien in de culturele uitwisseling die wij als Suriname hun gemeenschap te bieden heeft. Dank u wel. Dank aan u allen. Volg de mediaberichten. De kaartverkoop begint morgen al. De cd kunt u nu al meenemen naar huis. En wat we altijd vragen, dames en heren, u bent een echte Surinamer. Gaat u niet downloaden, koopt u de cd om deze zaak te ondersteunen. Ja, we vragen het steeds weer, toch? Kijk, you know what, Jaja Saranamang, dit is jouw product. Je bent er trots op. Laat ons dit werk voortzetten. Koop geen kopie, ga niet downloaden. Koop de originele cd en zeg, ik ben een originele Surinamer met de originele Suripop CD. Nou, dames en heren, hiermee zijn we echt aan het eind gekomen van deze prachtige avond. U bent bij deze alvast uitgenodigd om er ook bij te zijn op 4 augustus in Nis. Want dan zijn we er weer. En dan gaan we weten wie zich de winnaar van de Golden Edition Suripop 20 mag noemen. Mag ik u alvast een van harte goedenavond wensen? Het bestuur, de sponsors, de aanwezigen en natuurlijk mijn medepresentator Henk van Vliet. Dames en heren, wel thuis! En u gaat naar huis met de Suripop CD. Goedenavond! Tot 4 augustus! Als je wilt met eTopop. Gratis 100 sms'jes na de eerste 5.
SMS bel naar 4006 en bel gratis na 10 uur 's avonds. Gratis bellen na de eerste 3 minuten. Telezuur, keeping us in touch. Meer bonus. Schat, meer bonus? Geweldig. Alles voor jou, schat. Ja, meer bonus met eTopop. A Nintendo Switch. Oh. Games, 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 games. Huawei Pay 10. Bel me, app me, snap me, chat me. Ultimate Earbox. Muziek, 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 muziek. Zoveel leuks als je upgradeert vanaf 30 SID. Lijn 3D activeert via 4040 of het wordt blauw sms naar 3535. Deze actie is geldig van 1 juni tot en met 30 augustus. Bezoek de website voor meer informatie. Ja. Yeah. Ga voor blauw, we belonen jou. Telezuur. Keeping us in touch. Wat waren mijn telefoonkosten 4 maanden geleden? Wat zijn mijn openstaande rekeningen? Naar welke nummers heb ik gebeld of ge-sms'd? Met Mijn Telezuur kun je makkelijk en snel jouw rekening opvragen van de door Telezuur geleverde diensten. Dit kan elke dag 1x24 uur. Aanmelden simpelweg met jouw e-mailadres. Wanneer je bent aangemeld, kan je jouw openstaande saldo zien. Wil je jouw factuur of een specificatie van de gevoerde gesprekken zien? Dan meld je je persoonlijk aan bij een van de Telezuur-filialen. Jouw belgedrag kun je makkelijk zelf goed in de gaten houden met Mijn Telezuur. www.telezuur.sr